Ik, ik verdiende al vijftien tot tien k per maand toen wel ik nog in mijn studie zat en toen ben ik pas gestopt. Welkom bij aflevering 130 van de Lotgenoten podcast, de nummer één podcast voor ondernemers. Mijn naam is Jaro. Naast mij zit Koen en deze week zitten we weer met een gast. En deze week zitten we met Luc Halman. Luc, welkom. Yes, Welkom dankjewel, terug man, eigenlijk. Yes. Welkom terug. Ja, tweede keer. Thanks dat uh, jullie me weer uitnodigen of uitnodigen, ben je mezelf uitgenodigd. Soort van Mag altijd. Ik was weer in Nederland. <laughs> denk van hé, hey, ik ben nu toch in de buurt. Laten we een deel 2 doen. Heel ja, enthousiast. Dus uh, hier ja, ja. zijn we weer. Precies. Ja, ik ben uh, heel benieuwd, iedereen die dit kijkt, laat even in de comments weten of je aflevering 1 ook gezien hebt. Want dan uh, volg je de podcast echt al een lange tijd. Nou, anders mij, uh, ja. die eerste verchecken. Ja, precies. Anders bedoel, moet je even uh, terug naar die eerste die checken. En um, ja, Luc, kort over jou. <coughs> jij uh, onderneemt al uh, sinds jullie hele jonge leeftijd. Je bent nu 21? 22. Uh, 22 uh, yes. inmiddels, ja. Yes. Yes, um, nou ja, we gaan straks wat dieper in op je verhaal, maar wat jij voornamelijk doet is Forex Affiliation Marketing. Correct. Um, daar zitten twee dingen in waar we heel veel vragen over krijgen, Forex en affiliate marketing. Jij doet het bij, bij elkaar, is nog niet yes. heel veel over bekend. Um, kan je misschien kort, gewoon kort uitleggen wat je precies doet, uh, zodat de mensen weten waar jij mee bezig bent? Zeker, laten we meteen met de deuren in huis vallen Precies. in die zin. Nee, Forex affiliate marketing, uh, om dat te kunnen begrijpen, heb je natuurlijk twee begrippen, Forex en affiliate marketing. Forex is valutehandel, voor de mensen die daar niet mee, mee bekend zijn. Het lijkt op crypto, is eigenlijk weer compleet anders, maar uh, ja, het is een treden. En dan heb je affiliate marketing. Affiliate marketing zit overal in, uh, als je iemand naar een restaurant brengt, dan kan je daar commissie over vangen. Wordt in Dubai heel veel. Dan breng je iemand binnen, dan krijg je 10% over de rekening bijvoorbeeld. Even een leuk feitje door. Maar ja, dus dan uh, dat heb je echt in heel veel dingen. Dat heb je in producten, e-commerce stores. Eigenlijk elke elk website die een product heeft, uh, elk platform heeft vaak wel een affiliate ding die je kan claimen. En als jij dan uh, ja, je broertje zusje laat aanmelden, krijg je commissie erover. Uh, dus dan weten we wat Forex is en uh, wat affiliate marketing is. En ik doe zeg maar affiliate marketing in de Forex industrie. En om Forex te kunnen traden, heb je een broker nodig. Een broker is een handelsplatform. Een paar bekende Nederlandse zijn uh, de Giro plus 500 Itoro krijg je wel soort advertenties over. Nou, het is niet echt een platform waar ik mee werk, maar dat is even om een beeld te geven. Uh, dan kan je vaak traden, forex vanaf je telefoon. En eigenlijk wat ik doe is ik breng mensen aan bij deze handelsplatformen. Uh, dus stel je voor ik zeg: "Luister jongens, ik heb hier Koen, Koen die wil gaan traden. Koen die maakt een account via mijn link." Koen die stort minimaal 300, 400 dollar. En omdat Koen dat heeft gedaan, die gaat wat traden, die gaat volume maken, krijg ik een commissie daarvoor. Deze commissie ligt, hangt vanaf per land. Er zijn verschillende tiers, maar vaak ligt deze commissie tussen de 300 en 400 dollar. Laten we vandaag weer 400 dollar aan, uh, aanhouden. Um, ik heb Koen aangebracht, ik krijg 400 dollar in return. Oftewel, je hebt drie pilaren. Je hebt de broker, je hebt ja, ik de affiliate. Ik strijg tussen en je hebt Koen die wil gaan traden. En Koen gaat via mij naar die broker en ik krijg van de broker commissie. Dus Koen hoeft niks te betalen. Ik zeg tegen Koen van luister Koen, ik ga jou helpen. Uh, Maak een account aan, volg de stappen. Um, vervolgens betaal de broker mij en kan Koen gratis gaan traden. Nou, ik heb dan zelf weinig tot geen verstand van Forex. Um, en ik huur dan eigenlijk een Forex trader in, fulltime. Die kreeg gewoon een salaris en die eigenlijk, um, ja, die geeft de signalen Um, die zegt eigenlijk van, hey dit doe ik. Uh, je kan het overnemen als je wil. Signalen zijn um, ja, eigenlijk trades. Oftewel, de trader gaat een analyse maken en die zegt van, oké, okay, luister, ik ga deze huidige koers euro tegenover de US dollar gaan kopen. Ik ga long, dus ik ga kopen en ik zeg dat de koers omhoog gaat. Vervolgens deelt hij dat in de gratis groep waar jij dan in bent gekomen, wat je via onze link hebt aangemeld. Um, ja, en dan kun jij bepalen van oké, okay, neem ik dit over, neem ik het niet over, ga ik mijn eigen analyse doen, uh, stel ik vragen. Eigenlijk hebben wij gewoon een complete service, uh, ook een e-book dat we providen, risk management. We begeleiden eigenlijk iemand van A tot Z uh, in die zin uh, en nemen alles uit handen. We hebben 24-7 support, nou, er zit nu iets van in totaal denk ik iets van acht man op. Uh, Iedereen werkt echt vier volop op de customer service, eigenlijk 24-7 in verschillende landen dat er altijd iemand is om te helpen als je vragen hebt over instappunten, uh, over bepaalde analyses. En eigenlijk hebben we dan de trader die echt de expertise heeft. Dus eigenlijk leg ik een link tussen de trader en Koen die wilt gaan traden. Uh, en ik krijg betaald door de broker, dus daarvoor hoef ik niet voor deze service uh, geld te vragen eigenlijk. En ik denk dat dat even in een nooddop uh, snel uitgelegd het ja. Forex-model is. En als, je, als je kijkt, dan ben ik wel benieuwd naar van... Nu, we hebben een beetje die uitleg inderdaad, maar... Kan je ook een voorbeeld geven bijvoorbeeld van de resultaten die jij hiermee hebt behaald? of wat anders? Ja, kijk, um, bijvoorbeeld in dit geval, ik, ik ken jou al, dus ik kan jou refereren aan zo'n broker, maar op een gegeven moment raak je eigen netwerk op. Dus je zult of uh, influencer marketing moeten gaan doen, je zult gaan kunnen adverteren op Facebook, uh, Instagram, op YouTube, moet je wel een bepaalde richtlijn houden. En op een gegeven moment wil je het gaan schalen. Oftewel, ik heb jou aangebracht, mijn netwerk is op, dus je gaat adverteren. Nou, eigenlijk. Wil ik daar vergelijking leggen dat... ...forex affiliate marketing is eigenlijk dropshippen zonder product. Dus je bent vrij ongelimiteerd in die zin. En wat ik al zei, je krijgt ongeveer 400 dollar per persoon. Dus die 400 dollar die ik aan jou heb verdiend... door jou aan te brengen, is meteen 400 dollar winst. Tuurlijk gaat er een belasting vanaf. Je betaalt geen btw over dit, want de broker betaalt jou. Het is business to business. Het is geen btw trouwens voor de Nederlandse we een podcast hebben. Het um, is dus geen btw. Die 400 dollar heb jij... Binnen, dat is winst eigenlijk direct. Die kan je herinvesteren in ads. Dus je hebt 400 dollar budget eigenlijk om nieuwe mensen te vinden. Nou, voor de mensen die bekend zijn met e-commerce of met adverteren of überhaupt in het algemeen, met 400 kan je echt wel veel mensen bereiken. En je hoeft er maar één iemand uit te halen om break-even te spelen. Dus stel dat jij twee mensen uit die 400 dollar haalt, dan heb je eigenlijk meteen al 400 dollar winst. Ofwel een ROAS van twee, want je krijgt het dubbele terug. Um, dus dat is een beetje qua mij er staat Kijk, ik zit nu rond een ROAS tussen de 2.4 en 3.4. Dat hangt echt van de maand af. Uh, sommige maanden zijn heel goed. zomer was bijvoorbeeld heel traag. Dat is puur omdat het geld allemaal naar vakanties gaat. Andere kant op. Het is net naar C. Naar ik noem het maar zo. Ik weet niet of we dat kunnen noemen. Maar net naar C is het zo dat... Uh, Iedereen weer gaat reizen, dus het geld gaat ergens anders heen. Maar over het algemeen liggen mijn roosters 2,4 en 3,4. Dus en dan, dan... Voor elke euro krijgen dus 2, 3 euro terug. Ja, voor elke euro, ongeveer 2, 3 euro komt wel terug, ja. En ik uh, spend nu uh, wel flink, kan ik het noemen. Uh, maar dat is wel rond de halve ton per maand gaat dan in advertenties. En dan komt het volgende terug. Nou, dan heb je je teamkosten natuurlijk... Um, maar in principe bij de rat is gewoon winst, want je hebt geen productkosten. Nou, je hebt de trader wat het product is, maar je kan een cursus maken, een e-book, dat kan je allemaal uitbesteden. Ja. Uh, en hem geeft natuurlijk gewoon een goed salaris. Ja. Maar dat dus is niet uh, een percentage of iets superveel ten opzichte van wat je zelf verdient. En zijn halve ton, toch? Dat je Ad bent. Ad bent, ja. Het gaat om tonnen, dus, wat je ja. omzet. Ja, dat uh, kunnen we wel ja. zeggen, ja. Ja en dit is dat wat volgens mij ook voordelig is, daar hebben we natuurlijk in de vorige podcast ook over gehad. Er zit veel minstmarge op. Ook gewoon hoge winstmarge. Het gaat echt wel richting de 40, 50%, procent, denk ik. Ja, ik denk zelfs wel 60. maar mij heb het ja. vorig jaar ook gezegd. Nu moet ik wel zeggen, mijn winstmarge iets lager is. Maar het komt natuurlijk omdat we het budget flink gaan incriezen. Dus gaat je winstmarge ook omlaag. Maar echt uh, tussen 40 en 60 procent. Ja. Maar wat we hiervoor al zeiden is dus dat is wel even een leuk voorbeeldje. Is uh, de meeste van jullie die het kijken, zullen Daniel Mac wel kennen. Dat is een uh, Um, Engelse guy volgens mij die uh, altijd met uh, TikTok naar je auto loopt zegt, what do you do for a living? Nou, een van mijn students, dus een van de ja, mensen die ik help met dit businessmodel, uh, echt een van mijn topstudents, die had 5000 euro betaald aan de Italiaanse versie van Daniel Mack. Dat is eigenlijk hetzelfde wat hij doet voor dan het Italiaans. En hij heeft zijn hele forex in het Italiaans en in Italië gebeest. Hij had 5000 euro betaald voor die story. Die story is viral gegaan. 1,2, 3 miljoen views in Italië. En dat is echt superveel. En vervolgens zijn al die mensen naar zijn Insta gegaan en noem maar op. Heeft hij met die 5k, heeft hij 260.000 euro omzet gedraaid. En daar gaat 10% van af, omdat hij een sales guy heeft die al die mensen converteert. Dus zegt dat er 26k vanaf gaat, maken we er even 30 van, dat is 230. Uh, min die 5k is 225. Er waren nog wat andere kosten, had hij het over. Maar uiteindelijk had hij gewoon iets van 180.000, 185.000 euro clean winst. In één maand met 5K investment. Nou, dan praat je over een ja. veel veel hogere winstmarge eigenlijk. Ja, dat maar is dit is insane, dit is dan echt, ik moet wel zeggen, ik gaf hem ook echt props van dit heb je echt slim bedacht. Dit is nice. Ja. Dit is niet iets wat je van uh, de een tot de andere dag kan opzetten. Hij is echt heel lang bezig. En dit is wel echt een spike in zijn revenue. Uh, ik zelf ga meer stabiel. Gewoon met uitgaven en inkomsten. Maar hij gaat nu echt ja, sky high en de volgende maand zal het wel minder zijn. Maar het is wel om te laten zien dat er heel veel verschillende invalshoeken zijn, dat er gewoon eigenlijk heel verschillende dingen mogelijk zijn. Ja, dat is ook het idee. Unieke met affiliate marketing. Wij werken daar natuurlijk ook wel mee met onze podcast. Het is gewoon een stukje. Als jij bereikt hebt of creëert. Op wat voor manier dan ook. Op TikTok. Uh, door ads te runnen. Met een podcast. Whatever. Um, en je kunt dat vervolgens vertalen naar een product. Waar mensen gewoon aankopen doen. Dan kan je daar gewoon marges op pakken. En dat kan op hele creatieve manieren. Dit is een manier. Precies. Heel uh, echt wel ziek man. Ja, we, ja, we hebben zei... afgelopen vrijdag een podcast gehad. Of geen podcast. Ja, we hebben ook een podcast met Dar Thomson. Maar ja. die avond hebben we ook een onze eerste lotgenoten een lotgenote evenement gehad. Mm -hmm. En daar heeft Dar Thomson ook een presentatie gegeven. En daar zei hij eigenlijk ook van: Je hebt gewoon verlangen. En die verlangen wil je wil je channelen. Ja, en dat ben je eigenlijk nu aan het doen met die ads. En dat zijn wij eigenlijk aan het doen met de podcast. Precies. Heel man. breed gezien. Ja. En eigenlijk is het gewoon een vraag. En eigenlijk refereer je. Kijk, als jullie zeggen: van jongens, ik ben op zoek naar een editor. Dan zeg van: je hebt een editor, gebruik hem. Maar eigenlijk kan je gewoon 10% over de commissie pakken. En eigenlijk zit overal wat je maar kan bedenken. zit waarschijnlijk affiliate marketing. En vaak heb je het niet eens door. Uh, van die ticketverkoop, bij Amsterdam de Hoek. dat is puur affiliation. Dat draait gewoon volledig op, volledig op affiliation. En wat ik het leukst vind: het is eigenlijk een soort van. Je hebt dropshipping, maar je hebt ook drop-servicen. Eigenlijk is dat toch een soort van ja, wat je doet. Iemand anders levert de service, jij gaat ertussen zitten. Je brengt het aan en je, ja, je pakt de commissie. En ik ben hier toen uh, ja, een hele lange tijd teruggekomen. Ik doe het nu denk ik drieënhalf, bijna vier jaar inmiddels. Het ja, is gewoon een stijgende lijn. Ik moet zeggen dat ik nu al een beetje een limiet heb bereikt, zoals, uh, zoals het voelt. Maar daarom nou ben ik weer wat nieuwe dingen gestart. Ook een nieuwe brand ernaast, om eigenlijk weer een compleet andere invalshoek te doen. Want ik heb een brand zonder gezicht. Maar ook een brand met een gezicht uh, ja, erbij geplakt. Puur om te kijken van wat doet het. En daarnaast, ja, de Forex Valid Masterclass. Laten we die ook maar meteen ingooien. Is, ja. heb ik een cursus. Nou, die heb ik nu al, vorig jaar had ik hem een half jaar. Dus ik denk nu anderhalf jaar. Uh, heel veel mensen weten er ook niet van. Ik bedoel, ik heb het vaak wel een keer nou, in de podcast benoemd of ergens neergezet. Maar ik adverteer er niet op. Ik doe er eigenlijk helemaal niks meer van. En dat is een bewuste keus. Omdat ik genoeg verdien met mijn business en ik haal er echt geen energie uit. Ik zeg eerlijk, ik hou niet van video's maken... Uh, en pushen en, en, en de guru-lifestyle... in de zin van ads maken. Ik doe het wel een beetje, maar op een andere manier. Uh, maar ik merk heel gauw van... ik doe het vaker voor het geld... dan dat ik het echt denk van dit is mijn passie. En niet dat mijn passie niet is mensen helpen, want dat vind ik wel zeker leuk. Maar ik merkte bij zo'n cursus, is je moet het zien, uh, 100 mensen kopen die cursus en daarvan zullen er echt vijf echt hard gaan. Maar de rest, ja, die doen doet weinig, dat stel ik ze hetzelfde, dezelfde vragen. Ik had echt het gevoel dat ik in een herhaling kwam. Tuurlijk kan ik coaches gaan uitbesteden, wat, wat de meeste mensen doen. Maar nogmaals, dat was mijn ambitie niet. Um, stukje over die voriging, de voor- de klas maar kort. Dat is gewoon dus een cursus waarin ik eigenlijk het businessmodel uitleg, waar ik mensen help. Nou, wat ik net al het voorbeeld gaf van die student uit Italië, dit is iets wat echt niemand weet, is ik ben sinds twee maanden de Seven Figure Club gestart. Mm. Dit is voor Forex Affiliate entrepreneurs die al in de industrie actief zijn, die 100, 200 klanten per maand doen, die minimaal een ton per maand draaien, kort gezegd, uh, omzet. Yeah. En dat is nu een groepje van zes man. En ik had gisteren toevallig nog een call met ze en daar vertelde hij dus dat uh, Italiaanse Daniel Mac verhaal. En uh, eigenlijk wat we doen is dat we doen elke twee weken, net als we behoefte, doen we een call, uh, een meeting en dan gaan we gewoon sparren met elkaar praten. Uh, iedereen heeft een contract getekend, dus alles wordt open en gedeeld. Ik deel mijn brand, uh, alles laat ik zien, zeg maar. Mm -hmm. En ik merk wel van, dat is echt wat ik nice vind. Gewoon met mensen van hetzelfde niveau. Er dus zijn, zijn twee gasten die zelf mij voorbij zijn gegaan. Nou, be my guest. Ik bedoel, ik vind het super tof om te zien. En hun zijn me super dankbaar voor. En de volgende stap is met z'n allen meet in Dubai. Maar of gewoon high-end events doen. En ja. dat, daar hou ik veel meer energie uit. Dat vind ik veel leuker dan dat ik telkens honderd nieuwe mensen help... en in diezelfde sleur zit en zo. En toen ben ik dat begonnen. En daar voeg ik dan af en toe al nog wat mensen toe. En ja. ik merk echt van, dat is gewoon... Ja, echt dik. En dan nogmaals, kan je echt met z'n allen naartoe. Maar je kan hele, heel veel vettere dingen gaan bedenken dan wat je normaal niet kan doen, wat iemand net begonnen is. Hetzelfde vraag zal het noemen. Dus ik heb het wat exclusiever gemaakt. Ja. Ja. Je hebt dus twee dingen. Je hebt de uh, Forex affiliate masterclass. En nu heb je zeg maar fam. De fam, ja? <laughs> de fam, de fam. De de fam. Forex Masters, ja. En dan heb je nu je elite groep, om even zo te ja, zeggen. klopt. En dat klopt. is dat zeg maar een doorstroom daarvan? Is dat zeg maar. Uh, uh, kunnen mensen jou letterlijk DM van hé hey bro, ik ga Kaulo goed. En ja. mag de groep joinen? Ja, precies. Het is inderdaad een moet het zien van mensen kunnen nog steeds de cursus kopen. Maar er is geen zijn website. Zo, <andanst transe> <cane> zo gek is het. Mensen kunnen me een DM sturen kunnen of in crypto betalen of in een factuur, zeg maar. Uh, soms gooi ik een kortescode uit, maar niet vaak. Ik wil, nogmaals, ja, maakt me echt niks uit of iemand koopt of niet koopt. Ja. Um, maar daarop terugkomen. Ja. We hebben ook een klein code voor vandaag. Ja, laten we dat uh, voor het einde houden. Dan moeten we het tot het einde kijken? Ja, maar, precies, maar, uh, ja. Weten we weten in ieder geval wat het aankomt. De mensen. Ja. Stay tuned als je geïnteresseerd bent. Er gaat nog iets komen. Nee, ja, exact. Maar inderdaad, mensen kunnen het nog wel kopen. Gewoon eigenlijk via mij. En dan hoef ik alleen een e-mail nodig. Geef ik ze gewoon access tot de, de omgeving. Het zijn gewoon uh, video's in detail waar ik alles uitleg. Um, en inderdaad, jij zegt, als ze succesvol zijn of mensen die al heel hard gaan die geneesde keuze gevolgd hebben, dan is er altijd plek in de 7-figure-club. Maar daar zit we wel eens ijs aan verbonden, minimaal een ton per maand. Um, je werkt uh, samen met mij, zeg maar. Um, en je krijgt access door mijn netwerk. Um, en dat is wel iets wat mensen vaak onderschatten. Is je mag letterlijk mijn ad-guy gebruiken. Um, je mag mijn content-team gebruiken. Je mag mijn assistant gebruiken. Je mag eigenlijk gewoon alles gebruiken in die zin. En ik ben helemaal open in mijn brand. Zo noem ik mijn ads erin en volledig. En dat is wel iets wat vrij uniek is. Omdat veel mensen toch hun eigen strategie vaak voor zichzelf houden. En dus daarom moet je een contract tekenen, et cetera. Het is echt iets wat, ja, wat ik zeg, iets exclusiefs. En iets waar ik echt uh, ja, mijn, mijn, mijn passie uithaal. En wat ik leuk vind om te doen. En wat eigenlijk helemaal geen tijd vergt. Want het vergt dus een call elke twee weken van een uur. We hebben een WhatsApp-groep en een Telegram-groep. Ja, gewoon, we zitten gewoon een beetje in de sparren, zeg maar. Ja. Oh, netjes. Ja. Hey, Luc, we hebben het nu veel gehad over wat je doet. En het is natuurlijk een stuk duidelijker. We hebben in de vorige podcast dat al best wel besproken. Dus ik wil het niet uh, te lang erop ingaan. Maar ik ben wel benieuwd hoe je hierbij gekomen bent. Ja. Want ik denk dat er heel veel mensen die kijken die voor het eerst horen van Forex Affiliation Market, ja, Marketing Marketing. Die gaan het waarschijnlijk op YouTube opzoeken. Maar op YouTube is er ook niet heel veel over te vinden. Het is nee. best wel een soort van businessmodel dat onder de radar gaat. Hoe ben jij daarbij gekomen? Ja, nee, dat zal ik kort uitleggen. Zelf ben ik uh, juist ja, sinds jongs van gewoon. Uh, ja. Ondernemend geweest. Toen werd ik 18, toen moest ik mijn eigen zorgverzekering gaan betalen. Puur, of um, eigenlijk mijn, nee, mijn pa zou hem nog betalen, maar ik moest gaan werken. En dan ging ik niet werken, moest ik hem zelf gaan betalen. Dus een beetje een tricky zo van ga wat doen. Toen ging ik nadenken bij mezelf. Van, ja, er komt een moment dat ik klaar ben met mijn studie. Ik deed toen nog technische bedrijfskunde, of ik begon net en. Uh, HBO net begonnen en ik dacht van ja, shit ik moet gewoon geld hebben. Ik heb altijd een beetje gehasseld en gewoon simpele dingen gedaan. Dan ging ik gewoon van het geld leven, veel lenen, veel terugbetalen en dan gewoon. Ja, gewoon heel gemiddeld leven, laat ik het zo gewoon zeggen. Gewoon chillen. Gewoon, oh, gewoon doe, chillen. Ga er iets diep op in. Hoe? Lenen en dan terugbetalen. Nee, dan ja, ik moet, uh, heel simpel. Kijk, dan ging je naar de Foma uh, met je vrienden. En dan was het van, wil je Fikandelbroek dit, dat? Kost dan 3 euro. Zeg dus van hé, leen je me 3 euro. Maar als ik iets leen, ik, ik noteer alles in mijn notes nog steeds, elk bedrag, dan betaal ik het terug. Dus hmm. dan krijg ik 3 euro. Maar dan laat ik weer een tientje van mijn pa of zo. En dan betaalde ik eerst degene die helemaal bovenaan stond terug. Maar of de volgende dag leen ik 5 euro van die en gaf ik de volgende. Het is gewoon bijna een piramide. Maar zo kwam ik wel gewoon de, 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 ja, de middelbare school en alles door. Zeg maar. ah, en bij HBO. En wat ik al zei, ik heb dat in de vorige podcast wel duidelijker uitgelegd wat ik nog andere dingen deed. Zoals kerstbomen verkopen of zo. Geen nooit illegale dingen gaan of iets. Maar wel gewoon, uh, nee, zeker niet. Maar wel kerstwomen verkopen. En dan verdiende je, weet ik, voor duizend euro. Wat toen vet voor geld was. Um, en dan kon je daar gewoon een half jaar of zo. bijna wel een jaar van leven op die leeftijd, weet je. Dus uh, altijd ook wel massa gehad, maar toen ik 18 werd kwam echt die switch, dat ik dacht van ja, er komt een moment dat ik uit de school ga, dat ik een huis moet hebben of dat ik voor mezelf moet gaan zorgen. Ik kan niet altijd zo door blijven leven. Toen die switch omgegaan, toen had ik 400, 500 euro op mijn rekening en toen ging ik een beetje researchen toen ik wou geld online verdienen. Uh, toen kwam ik op de YouTube-video uh, van Joshua Kaat, Dikke shout-out uh, naar mijn maatje Joshua. Classic. Classic, classic. die blijft terugkomen. Ja, maar ja, ja, ik zag ja, dus... Uh, cool, cool. Ja, veel potters. Uh, nou, hij is ook op de podcast geweest natuurlijk. Dus check die ook uit als je die hier niet uh, gezien hebt. In ieder geval, toen uh, had ik 400 op mijn bank. En toen was zijn cursus net uit. Ik was nummer 113. Ik weet nog precies dat ik joined En uh, ik had 400 op mijn bank. En ik kon precies die cursus kopen. Alleen ik twijfelde wel echt dus ik ben mijn broer op ik zeg van ja, luister uh, zou ik het doen zou ik het niet doen en hij zei heel simpel week nog de dag van vandaag van luister doe het gewoon want 400 euro is niks ik zeg van gast het is allemaal geld hoe doe je het is niks hij zegt van luister 400 euro op je mensleven dat is nog geen paar cent per dag weet je hij zegt van dat ga je toch terug je gaat sowieso wat kennissen doen ik denk oké, okay, fuck het ophangen meteen gekocht ben ik begonnen nou heb ik verschillende brands gehad ik heb een keer een exit gegaan met een brand geen niks geks dus gewoon iets voor 200.000 euro verkocht uh, had ik wat vermogen altijd een beetje blijven doen. Shit, gemanaged van andere mensen, dus andere stores. En op een gegeven moment um, zag ik advertenties van iemand die vorige signalen verkocht. Heb ik die signalen gekocht? Sorry? Hoe, oud, hoe oud was je toen? Ik denk nog steeds 18 man. Al steeds 18, 18.00. 18, 18, 18, 18, het, het is allemaal echt snel gaan hetzelfde uh, jaar. En ik deed het allemaal naast elkaar. Hè? Dus ik deed en mijn studie deed ik gewoon. Ik zeg maar, je hebt van die mensen van ja, kan ik studeren en kan ik dit gelijk doen en kan ik dit. Ja, dat kan o, makkelijk. Ja, het man, kan man, echt man, makkelijk. Ja, zeg maar, je moet het willen. Tuurlijk, ik ging niet uit in het weekend. Iedereen die mij kent, die heeft mij al nooit zien feesten. Op een gegeven moment wel een beetje. Maar ik ging niet uit op zaterdag. Ik was gewoon met mijn stoor bezig. Ik kwam uit school. Ik ging geen huiswerk maken. Nee, ik ging mijn business focussen. Ik zeg niet dat ik school goed deed. Ik had gewoon sessies en zo. Sessiecultuur en ik ging over telkens. Uh, miste vet veel studiepunten toen ik ABO begon. Dus ik zeg niet dat ik het allemaal goed deed, maar ik weet wel van het kan tegelijk. Gewoon, het is gewoon waar je prioriteiten legt en die leg ik dan vaak daar. En ik sportte ook toen de tijd echt nog wel veel. Toen kreeg ik dus die advertentie van signalen. Iemand verkocht signalen, die kocht ik, uh, ging dat doen, ging zelf traden. Toen heb ik ook echt gecashed met treden, echt 20, 30 k gepakt. Op sommige dagen ook je 50 k aan de dag verloren en de hele nacht niet geslapen. Dan ben je 18,5, ongeveer misschien 19. En toen ging ik nadenken van, hé, hey, hoe verdient die guy eigenlijk die aan mij heeft verdiend? Nou, van toen is het eigenlijk gaan rollen. Heb ik allemaal skills die ik van het verleden had: dus van dropshipping, van store manager, manager van team, het leren adverteren, wat echt een meest waardevolle skill is geweest. Ik heb dat allemaal bij elkaar gestopt en zodoende ben ik. ...eigenlijk zelf dit businessmodel gaan creëren. Het bestond al. Maar wat Jan net al zei... ...er staat niks online over. Geen video's, niks. Ik heb, ik heb zelf, niet. Nee, nog steeds niet. Ja. Ik nee. heb zelf een YouTube kanaal gestart in het Engels. Heb ik het uitgelegd en zo. Die is organisch best wel bereik gekregen. Ja. Maar je gaat op Google en YouTube... ...gewoon niks over vinden. Omdat... Dat, ja, ik zit in de space nu... ...en ik zie gewoon iedereen decashen... Dus er is niemand die zegt: van oké, okay, ik ga een cursus starten of dit doen. Zelfs ik push mijn cursus niet. Dat is puur omdat er echt nog geld wordt meegemaakt. Dus ik denk het moment dat we straks echt die cursussen uitzien rollen als een mannen en noem maar op. En dan ga ik denken: van ja, nu wordt het lastiger of, of wat is er gaande. Mm. En wat ook een grote factor is: is dat in de VS is broker affiliation. Uh, ja niet mogelijk ik weet niet of het illegaal is maar die bestaat niet het okay. mag niet dus het is alleen iets wat in Europa en Azië speelt en zo, vaak dat is ook voor het eerst dat iets alleen in Europa is in precies, plaats van dat het precies. Amerika. en vaak hoor je van dropship, het komt over van de VS mensen gaat in Nederland doen Nederlandse ja. versie maar dat is nu niet dat kan niet dat gaat niet gebeuren dus dat is ook wel denk ik een factor die een grote rol speelt zo, en zo was doen ik? was jouw bron een Nederlander of was, was het... Nou, het was een Nederlandse guy, maar de brand was Engels. Dat uh, wist je ook niet, toch? Want het is niet echt gekoppeld aan gezicht. Nee, het was niet gekoppeld aan gezicht, maar hij sprak wel Nederlands, herinner ik me nog. Um, maar het was voor mij een Nederlander, maar zijn brand was Engels. Maar bij mij praat hij dan Nederlands. Er zat wel een Nederlander achter, ja. um, maar nooit achterkomen wie het is. Nu nog steeds niet. Misschien kijkt hij deze podcast. Is, ja, ja. Uh, maar zo ben ik wel begonnen. En, Sterker nog, dat is ook wel mooi... ik weet niet of je het, het het vorige podcast hebt verteld... is het eerste jaar deed ik revenue share. Dus ik kreeg niet 300 of 400 dollar per persoon. Ik kreeg een commissie van de broker aan percentage. Nou, toen deed ik dat een jaar lang. En iemand anders was al aan het begin van het jaar... naar me toegekomen van... luister, je moet CPA gaan doen. Dus dat is 400 dollar per klant. Ja. Ik zo, nee man, revenue share, lange termijn... bla, 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 niet geïnteresseerd... helemaal verrot gescholden, scammer, oplichten... kal opgehangen. Een jaar later, zelfde persoon... Uh, Stefan heet die. Uh, het is een Engelse guy. Nu echt mijn uh, ja, account manager. Een van mijn beste Matties. Hetzelfde persoon. Een jaar later. Bericht ons. Zegt: uh, Luister, ik wil je wat uitleg laten zien. Nou, hetzelfde. Liet hij ons zien. Dat je kan zoveel honderd per klant direct vangen. Turns out dat we gewoon het jaar. 85.000 euro winst zijn misgelopen. <laughs> omdat we niet voor besloten hadden. En voor toen maakte ik echt niet veel. Misschien 2, 4, 5K per maand of zo. Ten opzichte van. Wat ik had kunnen maken. Yes. Nou, toen dacht ik, shit, zijn we het aan omgooien. En dat is, uh, denk ik, nu, dat was 2020, denk ik. Dus 2020, 2021, 2022, laatste drie jaar eigenlijk, drie jaar, is het gewoon echt, is het gewoon hard gegaan. Er ligt in. Denk je niet dat je met rev revenue share, dat is zeg maar het verhaal wat wij dus ook wat vaak hebben gehoord, dat je dan in het begin niet zoveel geld maakt, maar dan over tijd veel meer gaat inhalen? Ik krijg deze vraag heel vaak? Um, ja en nee. Het kan, maar je moet zorgen dat je echt mensen hebt die langetermijn met jou zijn. En dat is in dit geval niet vaak zo. Maar, dat is het grote maar, besef dit even. Stel, ik ga revenue share doen en ik begin met 1000 euro per maand. Dus ik krijg 1000 euro winst per maand: 2000 euro, 3000 euro, 4000 euro, 5000 euro, 6000 euro. Het wordt steeds meer, er komen meer mensen bij. Maar mijn cashflow, omdat ik, ik heb niet tonnen op mijn rekening op dat moment. Uh, mijn cashflow is dan niet sterk. Terwijl als ik duizend uitgeef en er komt gewoon 4000 uit, en 4000 geef ik uit, er komt 8000 uit. Dus je gaat telkens keer twee. Dus je compound, zeg maar, ga je veel harder, waardoor je veel groter geld gaat zien. Dus mm -hmm. ik ga veel sneller op die 30k zitten in plaats van revenue share. Je gaat eigenlijk je geld laten krijgen en uitstellen. Terwijl als je dat geld eerder pakt, kan je dat eerder investeren en ga je harder. Ja. Dus ik ben heel dankbaar dat ik die CPA-deel heb gekregen. Want Anders was het nog steeds niet geweest waar ik nu zou zijn. Misschien over 10 jaar, als het nog zou werken, noem maar op, zou ik meer verdienen. Er komt wel een schakelpunt waarin dat die overloop gaat, maar. Op het begin wil je gewoon ja, knallen. Als ik al miljoenen had, dan uh, was revenue share misschien interessant geweest. Ja, ja. Maar nu heb ik liever gewoon uh, 10k nu in 20k volgende maand uit. In plaats van nu 10k in en dan 2k, 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 2k. 2K. Want dan hmm. kan ik niet opnieuw 10k investeren. Dan moet ik dus ja. vijf maanden wachten. En je werd door de broker gebeld of... Ja, ja man. Gewoon door de account manager. En toen ik, ik weet nog precies, man. Ik heb die berichten nog van. Tot op, scammer dit, dat, verrot, En toen let ik een jaar terugstudie op dezelfde chat. Gewoon onze berichtje Ik kon nog een terugscholen. Toch op een call gegaan. En toen is het echt gewoon helemaal omgegooid. En dat is misschien ook wel gewoon mutual, mutually beneficial. Zeg maar voor beide partijen is het. Want jij krijgt direct meer geld. Waardoor die cashflow beter is. Dus je harder kunt gaan. Maar voor hun is het waarschijnlijk op lifetime goedkoper... om jou die CPA te geven dan die lifetime share. Kijk, het verschil is, als je revenue share doet... dan is vanaf het moment één is de broker profitable. Want ze betalen bij als ze winst maken. Ja. En bij CPA heb je wel het strenge regeltjes. Dus je moet winstgevend zijn, je traffic moet blijven depositen... je moet actief zijn, je moet ze maintainen, zeg maar. Daarom is customer support nog wel een ding. Zowel bij dropshipping als bij forex affiliation. Maar het risico ligt bij de broker. Als zij jou 400 dollar geven... ja, die 400 dollar maken zij inderdaad pas later... Um, en jij krijgt het meteen. Dus de risico bij de broken. maar zij hebben gewoon lifetime value calculation, maak sowieso wel keer drie keer vier op dat geld, ja, maar nee. hoogstwaarschijnlijk. Maar dan nog, ik laat die risico bij hun... En pak mijn geld en ga door. Dan uh, dat ik op revenue, revenue share ga hopen. En dat dat ja, goed uit gaat pakken. Het is gewoon bijna alsof zeg maar, die uh, exchanges en zo Alsof die zeg maar, hun marketing gewoon outsourced hebben. Het is gewoon zo. Ze adverteren niet. Kijk, je ziet niet nee. door adverteren. Maar de exchanges waar ik mee werk. Daar heb ik nog nooit van mijn leven een advertentie ergens van gezien. Ze staan wel op grote expos ofzo. Maar ze zeggen niet zelf adverteren. Want ze hebben gewoon affiliates die mensen aanbrengen. En that's it. En daarom ja, ben ik leuk. wel die, die high figure club gestart. En ook die cursus is puur om een positie te verhogen in deze space. Eigenlijk maak ik toch... Kijk, ik ben maar een heel klein onderdeel van deze affiliate space. Ik ben een hele grote affiliate. Maar bij bepaalde brokers maak ik echt gewoon dikke percentages uit. En als ik zeg met mijn topteam of met mijn students van... Luister, ik ben niet tevreden met deze deal... Uh, of je betaalt een van mijn studenten niet uit. Ik ga naar een andere broker. En dan valt bij hun soms gewoon 10 tot wel 20 tot 30 procent van zo'n broker uh, kan wegvallen. Omdat ik gewoon zo'n groot bereik heb en zo'n grote uh, flow aan customers. Dus ik ben heel veel waard. Ik krijg ook elke dag, nou is het niet elke week, minimaal twee, drie keer iemand die zegt van luister, ik heb een betere deal voor je. Kom met mij werken, geef dit, geef dat. Het is een zieke competitive space. Yeah. Um, en ja, daar kan je echt wel je, je voordeel uit halen als je dus wat ik doe, gewoon een community bouwt en uh, jezelf sterk zet. En je broker komt meestal zelf. Is niet uh, ligt niet in Nederland. Meestal is dat uit Australië. Uh, in Australië, Canada zijn die regulaties wat anders. Ja. Uh, vaak, maar dat is ook gewoon omdat brokers ook geen belasting willen betalen. Dus die zitten vaak gewoon ook in het buitenland. Zo. En dat gaat echt over grote bedragen hoor. Dat ja. is echt bizar. Als je uh, eigen broker, ik heb die ambitie niet. Maar als je, je eigen broker start, dan uh, heb je echt heel veel kapitaal nodig. Maar het is echt bizar wat er ook uh, allemaal mogelijk is dan. Ja. Zou ja, dat, dat is fucking insane. Zou het, Als je dat zou willen, wel mogelijk zijn voor jou? Ik denk het wel, maar ik, ik oh, heb wel... connecties en zo? Ja, ik heb ja. wel connecties die al bezig zijn, zeg maar. Alleen dat zijn wel gasten die dus echt al tien jaar... eerst accountmanager zijn geweest bij een broker... zien hoe alles werkt, weten hoe regulaties werken. Ja. Er komt echt veel bij kijken, vooral qua regulatie. Dat is gewoon het lastige, vergunningen, noem maar op. Dus uh, als zou ik het willen, ik denk dat... ja. Want nogmaals, als je je hoofd tot iets zet, dan alles is mogelijk. Dus het zou kunnen, maar het zou niet makkelijk gaan. Dat is ja, de heb je gewoon een, een, een expert nodig met ervaring in dat vak. En dan gewoon met hem. En zeg maar, vet voor haar. geld. Want je moet je voorstellen, kijk, die broker die maakt die investment um, aan de klanten. Dat zal vooruit betalen, zeg maar. Ja. Maar dat gaat echt, uh, als het alleen om bij mij en mijn vrienden of mijn students om tornen gaat. Dan moet je nagaan hoeveel geld zij telkens wel niet voorziet. En hoeveel zij er min gaan voordat ze überhaupt gaan plussen. Dat, dat gaat echt om... Honderden miljoenen, zeg ja. maar. Ja, dat ja. is uh, andere sport weer, uh, volgend niveau. Zeker, zeker. Hey, Luc, jij uh, zit al een tijdje in het buitenland. Jij leeft ook in het buitenland. Jij, Klopt. Jij, jij woont niet in Nederland. Klopt. Um, je vertelde net al, vorige keer toen we je zagen, woonde jij volgens mij net, net Vorige daar? keer toen ik jullie zag, woonde ik of net in Dubai of nog in Nederland. Ik denk nog net in net, Nederland. Ik denk ofzo. net in Nederland. Ik ging naar Dubai, want ik had net mijn auto, ja. zeg maar. Maar je bent wel naar B Bali geweest, man. En Bali ja. wel. B Bali was ik echt ja. al vijf keer geweest ja, of iets. Maar Dubai niet. Uh, Dubai niet. Ik nee. was toen voor het eerst van mij naar Dubai. Na de podcast van vorig jaar. Want uh, letterlijk die keer toen ik toen er was, heb ik meteen gezegd in die week van oké, okay, luister jongens, ik ga hier wonen. Prima. Ja. Dus toen ben ik meteen overgaan. Dus ik woonde nu ongeveer een jaar. En dat klopt ook. Uh, ik denk uh, acht tot tien maanden. Ik ben er natuurlijk ook echt, uh, echt vier, vijf, zes maanden gezeten uh, de afgelopen tijd. Uh, dat is iets van de grootste dingen die veranderd dus Ik ben naar Dubai gegaan. Uh, topstad. stad. Uh, het moment dat ik daar het vliegtuig uitstapte en ik keek om me heen, dacht ik gewoon van wow. Weet je kwam maar voor het eerst. Ik wist van mensen van ja, het is allemaal fake en dit en dat. en Laat je niet gek maken, maar toch heeft het echt wel een impact op je. Want je ziet gewoon van... Uh, als je een Porsche rijdt, dat is gewoon een gemiddelde auto daar. Als je een Lambo rijdt, niemand kijkt om, want iedereen rijdt een Lambo. Dus het is dus altijd weer een extra. En nu is het een nummerplaat game. Dat heeft vast van iemand een keer verteld of ik verteld. Maar in ieder geval... Hoe laag je nummerplaatnummer, hoe dik je bent. En het gaat om gewoon tonnen tot wel miljoenen voor bepaalde platen. Het is gewoon weer een heel ander level wat je weer motiveert. Wat mij weer in liet zien van shit, ik ben er nog niet. Of althans, ik ben er wel, maar er is nog heel veel meer mogelijk. Mm -hmm. En toen dacht ik van ja, ik wil weer hier moveen. En ja, zoals iedereen natuurlijk, belasting speelt een grote rol. Uh, zeker als je flink gaat verdienen. Dus dat, uh, dat heeft ook wel, uh, ja, ook wel onderdeel uitgemaakt van de keuze in die zin. Uiteraard. Uiteraard, um, en om terug te komen, hadden het hier ervoor over. Uh, hoe heet die jongen ook weer van die podcast met uh, de belasting? Uh, uh, Tijd verlangen. Ja, 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 ik heb dat toen gecheckt. Ik zat toen in het vliegtuig. Want uh, je hebt tegenwoordig zelfs in het vliegtuig. Het vliegtuig is een van de weinige plekken waar je echt even. Uh, meestal chill F, bent F, en ja, ja, niks hebt. Maar nu bent, ik, heb maar gewoon dat is ook voorbij. ik heb die podcast uh, een deel gecheckt. Ik moet zeggen, ik was afgehaakt. Um, super interessant, wat heel veel mensen zeiden, daar sluit ik me aan. Het kan super interessant zijn. Maar heel veel mensen, want ik heb natuurlijk ook wel even besproken met de mensen die het allemaal gezien hebben in mijn kring, zeggen ook: van ja, de meesten gaan toch naar Dubai, de meesten gaan toch naar het buitenland. De meesten zijn toch te lui om het uit te voeren. Want er komt echt veel bij kijken. Man. in Nederland, de boekhouding, dit, dat. Dat moet je regels Je nee, de kant outsourcen, kost weer geld. Het is vet. Uh, zeker als je gratis kan investeren. Maar je moet dus nog tot je 65 of 70. wachten. voordat je dat geld uit kan halen. Want het krijgt voor mij heb geen plicht in delen. Niet in één keer. Nee, klopt. Nee, maar, het is gewoon het is een pensioenuitkering die je daarna krijgt. Ja, precies. Dus uh, kijk, ik als ondernemer, zeker in het buitenland. Ja, je hebt geen pensioen, je hebt niks. Je hebt geen Oude w Zoals hij het zei, die heb je ja. allemaal niet. Um, dus well, ja, super interessant, zei ik. Maar aan de ene kant denk ik van ja, het speelt meer een rol voor de wat beginnende of voor de mensen die echt van plan zijn in Nederland te blijven, inderdaad, dan is het echt. Een goede tip in die zin, maar ik haak er dus uh, ja, ik er dus wel snel af in die zin omdat ik, ik doe eigenlijk hetzelfde, maar dan met mijn eigen geld en ik kan het uittrekken wanneer ik wil, um, dus dat is wel iets uh, ja, wat super tof is, wat mensen echt moeten gaan doen. Ik kan er ook wel meer over vertellen over mijn portfolio, bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt uh, super belangrijk. Laten doen, we dat zo gaan. doen. Ik ben heel ja. benieuwd. Ik wil, want heel veel mensen die wij gesproken hebben wonen in Dubai, gaan naar Dubai, nou, en er zijn ook wel veel mensen die misschien nog niet heel succesvol zijn, maar dat misschien zelfs als doel hebben van ik wil ja. daarheen vertrekken. Ja. Kan je ons meenemen in gewoon die eerste twee, drie maanden dat je daar woont? Van, hoe is dat? Je bent ineens in een ander land. Ja. Alles is anders. Ja, nou ja, kijk, ik moet zeggen dat voor ik naar Dubai ging, twee jaar daarvoor was ik al alleen maar aan het reizen, want, want zee was gaande. Dus ik zat al in Bali, ik zat al in Thailand, ik zat al daar, ik zat al daar. Ik was overal nergens. Dus voor mij was het niet een complete switch opeens van Nederland naar een ander land. Tuurlijk. Je was gewoon op de vlucht voor de lockdown. Letterlijk, ik heb dat echt ja. volledig escaped in die zin. Maar hoe dat is, ja, je gaat alles overzetten. Het is gewoon koppijn op het begin, laat ik het zo zeggen. Uh, er zijn goede partijen die het kunnen fixen voor je. Je betaalt een grote klap geld, want het is allemaal niet gratis. Zeker Dubai is ook echt niet, uh, niet gratis, is goedkoop. Um, ja, ik ben toen in een hotel gaan wonen. In residentie hebben ze, maar ik ben gewoon een kamer gehuurd... omdat ik toch echt van die room service en van service hou. Um, ja, hoe dat echt is, ja... Het voelt gewoon als een lange vakantie die niet eindigt. Je kan <laughs> op een gegeven moment gaan zitten, je regelt wat dingen, je regelt je bankrekening, je bent heel veel zakelijk bezig. Je krijgt toch even een werkpush. Want je gaat toch boven gemiddeld uitgeven. Ik moet zeggen, in Dubai gaf ik gemiddeld wel 15.000 euro per maand uit bijvoorbeeld. En dan, ja, dan leef je wel echt een levertje. Maar alsnog, je kan het zelf in Nederland leven voor misschien 4000 euro bijvoorbeeld. En is dat ook wat een soort van het minimale dat je moet verdienen, zeg maar? Van... Oh, voor Dubai. Ik ben wel benieuwd. Jij ja, geeft 15 kijk. uit. Ik heb mensen gehoord die 50 uitgeven. Ja, 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 het kan zo gek als je wil. Er is, geen, is zeker, geen, top er top zeker limiet. geen limiet. Zeg maar. <laughs> ja. maar ja, dat is een goede. Kijk, ikzelf uh, had er wel bepaalde um, gedachten bij, denk ik. Maar je moet een beetje kijken vanuit hoe gek je leeft. Kijk, als jij in een Airbnb gaat zitten en je gaat zelf koken en zo, ja, dan moet het wel lukken. Maar ik denk dat je echt gewoon minimaal wel 4000 euro in de maand nodig gaat hebben wil je een beetje knap uh, kunnen leven, zeg maar. Ja, uh, daar valt uh, nog wel mee. <tus> Ja, de ene kant ja, aan de andere kant is het met Nederland vergelijkt, dat is een hoop geld. Dus, dus het is net hoe je... je geld, tuurlijk, inderdaad. voor Dubai zou je zeggen het valt mee, maar dan zit je echt in een achterbuurt waar je zelf kookt, wat ik zeg. Hè. Je zit niet yeah. in een tophotel, downtown uh, of marina. Dus je kan wel eens een gek maken als je wil, maar ik zou wel zorgen dat je genoeg verdient. Want uh, veel mensen denken van ja, ik ga even naar Dubai, doe ik even dit. Maar er komt veel bij kijken, je moet dingen regelen, je moet Nederland uitschrijven, je moet Nederland afronden. Ik moet ook nog een paar dingen afronden. Uh, je moet zorgen dat je daar bankrekeningen hebt. Um, het is echt een topland, daar niet van. Alles is goed geregeld, je bent super veilig wel een van de veiligste landen. Ik bedoel, daar voel ik me gewoon comfortabel om rustig over straat te lopen. En in Amsterdam uh, hoor je elke dag de gekste verhalen bijvoorbeeld, dus ja, ja super veilig in die zin. Mm -hmm. uh, maar qua bedrag, ja, ik zou echt zorgen, ik zou zelf, voor mij zeggen ze 10k per maand netto winst in Nederland of zo zou een goed moment kunnen zijn uh, om naar Dubai te gaan bijvoorbeeld. Maar, okay. Weet je, het is niet zozeer financieel, uh, financieel die keuze denk ik. Ik denk dat het echt moet zijn van wil je niet in Nederland wonen. Het is niet zozeer van wil je in Dubai wonen of, of wil je naar het buitenland. Het is meer van ja, het ligt Nederland voor jou weg. Kijk, ik ga niet weg uit Nederland omdat ik geen belasting wil betalen. Want als ik die top en al zo vind, dan zou ik dat er voor over hebben. Ik zelf, eerlijk gezegd, ben gisteren wakker geworden in dit land. En ik denk van ja, ik ben gewoon depressief. Op het moment dat ik naar buiten kijk, het regent, het wordt weer koud, het wordt vroeg donker, het wordt, uh, het wordt laat licht. Ja, uh, ja we weten daar alles ja, dat ben, er alles van. ja zijn hier geweest ja. de afgelopen jaren. <laughs> dat bedoel ik, maar leven het, is gewoon, het is, uh, voelt steeds meer als terugkomst, steeds minder in mijn land. Ik ben hier geboren, ik ben super dankbaar ja, voor dat, er, dat de wegen goed zijn, dat de zorg zeker goed is. Uh, dat mijn ouders hier geboren zijn, dat alles geregeld is. Daar ben ik super dankbaar voor. Ja. Maar nu heb ik gewoon zoiets van, het is het niet. Weet je, ja, het is ja. niet. Ik sta niet overal met, achter. Uh, hoe zit dat met teruggaan? Zeg maar, kan je dan ook ooit <coughs> nog terug? Daar ben ik ook altijd wel wat opnieuw mee, of is dat eigenlijk geen optie? Kijk. Volgens mij is het een optie, kan je met terugwerkende kracht dingen betalen en zolang je betaalt en in, in overleg gaat, natuurlijk zijn ze blij om een goed uh, inkomen met iemand weer terug te hebben in Nederland. Dus terugkomen, je hebt een Nederlands paspoort, het kan. Yeah. Dus Daar ben ik heel overtuigd van. Alleen ik zou niet half weggaan met een, een voet in de deur nog van ja, ik wil ooit terugkomen. Ik mag gewoon weggaan van ik wil niet terugkomen, ik wil mijn familie ergens anders oprichten. Ik terugkomen, dat zien we dan wel weer. En dat is wel een beetje een ondernemers mindset, denk ik ook. Van ik kijk met mijn agenda niet verder dan een maand. Ik bedoel, het was voor mij al moeilijk om vanochtend om zeven uur op te staan om hierover <laughs> te zitten. Ja, ik, ga, ik ga niet liggen, toch? Dat is niet ja, de typische mindset van een ondernemer. wat nee, mensen ja, verwachten. Nee. Want mensen denken, hey hij, hij woont in Dubai. Hij weet ook dag twaalf uur. Nee, nee. Hij nee. Vult doekoe. Mm. Hij leest boeken. <laughs> ja, hey, hey opwassen hoor. <laughs> hey. Nee, ja, kijk, mensen die mij kennen, zeker in mijn privéleven, die maken altijd de grap van ik werk niet. En, ja, eigenlijk werk ik ook niet, soort van, maar ik ben echt liever lui dan moe. En ik ben gewoon de definitie van het omgekeerde. Ik ga er ook gewoon eerlijk in zijn, ik kan het wel uitleggen. Kijk, ik heb, als je de vorige podcast hebt gezien nogmaals, ik heb drie regels. Niet voor een baas werken. Plaatsen onafhankelijk werken en geen limiet op inkomen. En eigenlijk plaatsen onafhankelijk, dus werken waar en wanneer ik wil. Het zijn eigenlijk twee in één. En dat is mijn streven geweest. En dat heb ik nu bereikt. Dat heb ik al een langere tijd bereikt. Ik heb het nu, ben het nu aan het stabiliseren. Dus ik ben heel veel aan het investeren. Zoals we dat portfolio kunnen we later over hebben. Maar. Ja, liever luid dan moe en die drie regels. En nu heb ik dat wel bereikt van wat mijn doel was. Ik heb wel andere doelen, ik heb hogere doelen. Maar wat ik al zei, al zou ik niet dubbel gaan verdienen. Ik denk niet dat mijn life um, ja, een onwijs grote impact zal krijgen of zo. Ik denk niet dat ik opeens hele andere dingen zal gaan doen. dan wat ik nu doe. Ik doe echt wat me blij maar wat ik leuk vind. Uh, als ik op Bali ben, waar ik ook regelmatig te vinden ben. vind ik het heerlijk om een potje te golven bijvoorbeeld. En. Mensen denken van ja, dan geven we niet veel geld dat de balen, het is super goedkoop en zo. Dan ga je maar een school voor balie, dat kost 180 euro per keer dat je die baan oploopt. <laughs> en soms ga ik twee keer op een dag. Uh, je hebt nog een caddy die je moet betalen. Je hebt nog eten, drinken. Uh, je golfclubs zijn ook niet gratis, dat uh, kost ook wat. Een golfbal daar kost in plaats van in Nederland kost het 4 euro, daar kost het 3 euro. Nou, soms raak ik er 18 kwijt, In middel 50 euro aan ballen kwijt. Ja. Dus zeg maar, mensen denken van ja, gaan een lekker goedkoop leven, geen belasting, dit dat. Uh, ja. Zo zit het niet in elkaar. Je kan daar ook zo gek maken als je wil. Je kan dan van 500 euro in de maand leven. Maar ik heb een limiet voor mezelf gezet van 5000 in de maand. Dat vind ik mooi. En dan ben je gewoon een koning of een keizer daar. En ja, dat heb ik ook in mijn bio gezet sinds kort. Mijn doel is gewoon die retirement lifestyle. Ik wil gewoon wakker kunnen worden wanneer ik wakker wil worden. Niet om vier uur ochtends, Niet om... Weet ik wat. Kijk, in Bali daarentegen word ik om tien uur wakker. Nou, zes uur terug, dan is het vier uur in Nederlandse tijd. Dan ben ik gewoon voor je club op Bali. Dan ben ik gewoon elke ja. ochtend om vier, vijf uur sta ik naast mijn bed. En uh, ja, ga nee, ik de sportschool nee, in uh, okay. om, om zes uur. Uh, wat dan Bali tijd twaalf uur of een uur in de middag zit. <laughs> dus dat het is net hoe je het kijkt. Ik ben heel productief s'avonds. En ja, ik wil liever wakker wanneer ik wakker wil worden. Ik doe mijn dingetje. Um, ik haal geluk uit, uit de kleinere dingen. Ik probeer heel dankbaar te zijn voor wat ik nu heb. Ik merk dat ik heel veel aan het streven was. Dat heb ik wel bereikt. En nu zit ik een beetje in die positie van, ga ik doorknallen of ga ik nog even rustig aandoen? Ik ben nu aan het reizen in Nederland. Ik ga straks, uh, ik rij door naar Duitsland uh, vanmiddag. Ik moet nog zes uur rijden. Dan ja. uh, ga ik naar Dubai weer. En daarna wil ik weer even wat rustiger doen. Maar ik zit nu in een positie, ik denk van, ben ik blij met wat ik heb? Dus ga ik daarvan genieten? Ga ik het stabiel houden, investeren? Of ga ik weer doorpakken? En ik vind dat het geen haast heeft. Er is geen pressure wat gevaarlijk kan zijn. Ik kan in een, in een dal zakken, gaan worden en op de bank zitten. Maar ik heb wel regels voor mezelf. Het is niet zo dat ik ga daar naartoe en ik golf alleen maar. Mensen die echt met mijn leven... die zien dat ik soms een hele dag op een bank zit en... Niet kan bewegen, zeg maar. Er is een keer een moment geweest, dat is wel een grappig verhaal, wat laatst over. Ik zat met Joshua en Philo op Bali. En Josh houdt van dit verhaal ik maar ik zat op de bank, ...ik zat tv te kijken. En Josh die ging de deur uit om negen uur ochtend of zo. Die zei van ja, ik ga weg. En Josh die is gaan sporten. Die heeft al twee werkblokken gehad. Die is nog een keer gaan sporten. Dat was wanneer hij dat geen vecht ging doen en zo. En ik zei voor die wegging van ja, als je terugkomt, dan zit ik hier gewoon nog. En hij is weggegaan, is teruggekomen. En dan zat ik daar. Het enige verschil was dat er een pizzadoos lag. Omdat ik, ik eet echt elke dag pizza zo goed als. Lag er een pizzadoos bij. Ja. En zo is hij in sommige dagen eruit. Maar andere dagen ben ik gewoon meetings, hele dag aan het werk. En het is echt net waar ik dus echt zin in heb en dat is voor mij rijkdom. Het is geld natuurlijk, maar het echte is gewoon doen wat je wilt, wanneer je wilt, waar je wilt, noem maar op. En dat geld heb je nodig om daar te komen. Dus geld is voor mij super belangrijk. Ik hou van geld. Het is mijn mijn, mijn vierde schatje ongeveer. Um, vierde niet eerste schatje? Eerst is mama natuurlijk. Uh, en twee uh, vriendin. En drie. En drie. Uh, nou, je zet nou. me wel blokje blokjes Ik denk, denk oma of mijn auto. Of zo, Dat het eerst wat in me opkomt. Nee, nee. Oké, nee. oma gaat wel ver boven me. Dat is gewoon iets wat in me, wat in me opkomt. Hè? Maar als je nu moet zeggen: oké, okay, of moet je al je geld en vermogen opgeven, of je oma. Of vriendin. Um, zo, kom dit zijn, van, maar, maar, Dus, wacht, je wacht je luister, luister. Luister, luister. Uh, nee, maar die verstaat het niet. Dus dat, <laughs> ja, dus, dat ja, is dat ja. niet. <laughs> erg. Nee, nee, Maar luister, heb ik mijn kennis nog en mijn ervaringen? Of is dat ook weg? Ben ik weer terug bij af? Of, uh, of, ja, want je netwerk en je, en je expertise is natuurlijk wel een hele speel. rol. Dat is veel groter. Dat vermogen, ja prima, pak het. En dan uh, spreek je over een jaar wel weer. Ja. Dus daar maak ik niet zo druk om het te Oké, kennis en, ook uh, weg? Kennis, wel een dingetje. Want het ja. ding is: kijk, ja, zij is een hoedipart. stuk ouder dan ik ben. Um, en uh, waarschijnlijk vallen mensen of uh, aantrek ik mensen omdat ik gewoon, ik gedraag me wat ouder. Kijk, ik ben 22. Maar de meeste van mijn leeftijd doen compleet andere dingen op dit moment. Ik gedraagd en, is een pensionado? Precies, ja, heerlijk. Ja. En het ding is: ik heb ook alleen maar vrienden van 26, 28. Iedereen is gewoon ouder of is heel jong. Maar gedraagt zo heel oud en heeft al een zieke business. En, zo. en dat is echt mijn kring. Dus ik denk: van als dat weg zou vallen, dan zou ik een heel ander persoon, persoon zijn. Dus dan zou ik met mijn vriend ook niet connecten. Want die is ook ja, soortgelijk, snap je wat ik bedoel. Nee. Oh, dus meer met kennis over het snel kunnen opstarten van je business. Nee, dat ook, maar over het algemeen. Ja, zeg maar Dat, maar, maar dat maar. komt erbij. Dat, dat komt erbij dus. maar dat je moet, je moet volwassen zijn ja. en discipline hebben. om tot een bepaald punt te komen en een business te komen. Ja. En daarom zeg ik: kijk, ik heb wel discipline, maar op een andere manier. Geen discipline van vier uur opstaan. Nee, ik heb wel een regel dat. Kijk, ik speel super voor Call of Duty. Er komt binnenkort nieuwe Call of Duty uit. Dan ga ik echt een maand mezelf opsluiten. <laughs> dat weet ik nu al gewoon. Maar dan zorg ik dat ik alles gefixt heb. Als ik wakker word en ik wil gaan gamen, ik wil echt gamen. Van ik heb hier zin in. Ik zorg dat ik eerst mijn to-do's doe, wat ik moet doen. Dat ik een uurtje ga sporten. Dat ik wat eet. Ik zeg niet per se gezond. En dan ga ik gamen. En dat zijn wel kleine, kleine dingetjes die ik gewoon nog steeds volg en, en toepas. Wat het verschil maakt van iemand die gewoon uh, wakker wordt, gaat gamen, niks doet, gaat vreten en alleen van: ik moet nog wat dingetjes doen en het afrondt en het uh, noem je dat. Um, ja, dat je het afverafelt, zeg ja, maar. Ik, was, zo, ja. ik doe wel gewoon mijn dingen en vaak ja. is dat een uurtje per dag of een half uurtje per dag en dat is prima en soms is het een paar uurtjes. Maar, ja, veel mensen die nu kijken, die denken van: oh, oké, okay, dus als ik die als ik dan ook eerst mijn to-dos ga doen en dan ook ga gamen en zo dan kom ik er ook wel maar ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken naar oké okay, je hebt dan die to-dos maar wat zijn die to-dos voor jou zeg maar dat zijn jouw ja. money-making tasks waar andere mensen naar school gaan maak jij dan je doekoe waar ja. waar, waarmee je kan leven nou kijk ik heb in die drieënhalf jaar heb ik alles opgebouwd. Vaak zeg ik van ja, ik heb hier drieënhalf voor gewerkt. Maar als dat tegen een vriendin van mijn moeder zegt. Zeg van, ja, ik werk al mijn hele leven 30 jaar knijterhard. Maar ja. kijk wat ik ben. Dan dus ja, zeg ik van ja, ja. oké, okay, heb, heb je een punt. Een ja, 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 precies. Maar ik, nee, natuurlijk, Ik heb echt knijterhard gewerkt. Um, en veel uren gemaakt. Maar dat is niks vergeleken met een 9 to 5 voor 30 jaar. Ja. Alleen het ding is. Ik heb wat ik zeg liever lui dan moe. En met die instelling. En wat ik al zei. De four hour to your work week. Met die instelling. Ik source alles uit. En ik heb een assistant, ik heb uh, echt de meest bizarre dingen. Maar zelfs de kleinste simpele dingetjes. Ik kan bijvoorbeeld geven mijn onderbroek en mijn sokken als ik in Nederland ben. Je laat ik gewoon bestellen. Je door mijn assistent zelfs. Zo erg is het. Het is gewoon me. mee: doe dit, doe dat. Ik outsource alles. En daarom hou ik van Bali, hou ik van Dubai, vijf star service voor een goede prijs. En ik doe me eigenlijk was niet. Ik hier. niet. En het klinkt misschien heel, heel arrogant wat ik vind, Maar ik, ik wil het gewoon niet doen. Ik al geen plezier, het, geen energie, dus ik doe het niet. En als je dat op een gegeven moment gaat doen, dus eerst ga je het geld verdienen. Vervolgens ga je dat geld voor je laten werken en gaan investeren. Maar vervolgens ga je kijken van hoe wil ik mijn leven inrichten. En de ene houdt heel veel energie uit koken, dus je laat de was doen en die kookt zelf. Zo kan je het gaan indelen. Maar ik outsource echt alles. Dus mijn taken zijn vooral het monitoren van de mensen die mijn taken doen. Dus ik heb bepaalde taken en dan ga ik kijken van... oké, okay, wie is hier de juiste persoon voor? Wie heeft hier een betere expertise en wie heb je hiervoor nodig? En die geef ik volgens die taak. Wie kan het beste mijn onderbroek en sokken bestellen? Ja, dit sluit <laughs> eigenlijk per aan... Ja. Uh, bij vorige week hebben wij dan Dar gesproken. Dat <clears throat> is een soort van uitvinder, investeerder. Hij heeft een aantal bedrijven verkocht. En hij helpt heel veel ondernemers en bedrijven ook... om eigenlijk ze ondernemers misbaar te maken. Ja. Want hij zegt, er zijn zoveel ondernemers die zeg maar altijd maar in hun bedrijf aan het werk zijn. Ja. En op het moment dat zij weggaan, dan stort de boel in. Ja. Hij zei, ja, dan kan je het nooit verkopen. Je, kan het niet. je bent continu in de stress, want alles hangt van jou af. Hij zei, je wil gewoon dat je weg kan gaan. Alles doordraaien. Hij zei, ik ben drie maanden naar Bali. Ja, dat, dat maakt geen fuck uit. Nee, precies. En zo vind ik ook dat je je bedrijf op een gegeven moment wil inrichten. Maar dit hangt ook van het type persoon af. Ik ben zo'n persoon en ik heb ook vrienden die het heerlijk vinden. Vroeg opstaan, sportschool, hele dag werken, grinden, veel in eigen hand, veel zelf doen, veel groot, groot denken, meer, 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 meer. En ik ben echt zo van, oké, okay, ik ben nu wel tevreden. Ik wil wel meer. Ik ga ook zeker meer. Maar ik ga echt nog wel van ja, terugzien met weer, weet ik wat? Ik ben het afgelopen jaar ook dus, in van ik, hier is dat hier wel keer drie gegaan, keer vier gegaan. Dus ik wil wel meer. Maar aan de andere kant, ik ben ook wel echt een levensgeniet. En ik denk van, er komt een moment dat we allemaal tussen zes planken liggen of dat we in de zee worden uitgestrooid. Um, en voor het moment wil ik ervoor zorgen dat ik echt wel geleefd heb en dat ik niet dat als ik morgen weer overreden dat ik denk van, oké, okay, ik heb niet echt echt geleefd. En ik doe het wel in een bepaalde verhouding. Dat ik weer zorg dat ik genoeg aan de kant zet, investeer, dat ik mijn portfolio uitbouw. En dat ik mijn oude mijn pensioentje helemaal yes, in orde heb van mezelf. En dat, dat is het belangrijkste. En, dat, en als je dat fixt, dan heb dat is in mijn optiek gewoon het succes. En dat bepaalt succes. En ja. Ja, wat je, kijk, wat je zegt, hoor ik wel. Hè, dat je ook mensen hebt die bijvoorbeeld heel actief in hun bedrijf willen blijven. Sowieso terugpakkend op wat je zegt, geniet ook van het leven. Dat is allereerst al heel ja. belangrijk. Maar je hebt inderdaad mensen die genieten van in hun bedrijf zitten. Elke dag kraaiende. Ja, dit, dat. precies. Ik heb heel veel van dat soort is. Exact. Maar ja. wat dorp, daar die zei daar ook wel op. Want dat is ook prima. Het ding is alleen, je moet de keuze hebben. Precies. Dus jij moet dat, ja, dat is, drie maanden ja. lang volle bak in kunnen krijgen, Want je voelt dat. En daarna moet je drie maanden pleiten kunnen gaan. En dan moet niet ineens de hele boel instorten. Nee, dat precies. is een belangrijk onderscheid. Precies. En dat is ja. vaak wat mensen zeggen. Van als, als je de vraag stelt van hou je van geld? Mensen die zeggen nee, die geld haten. Die hebben het vaak niet. En vaak als je geld hebt. Dan mag je voor mij zeggen. Als jij een miljoen hebt uh, vermogen. Mag ik zeggen van oké, okay, ik haat geld. Prima. Maar ga niet zeggen dat je geld haat als je het niet hebt. Je moet het hebben. Je moet de keuze hebben van oké, okay, ik hoef vandaag niet te werken. Maar ik kan vandaag wel werken als je dat hebt. Ja, doe je ding. Weet het is eigenlijk wel guest. grappig hè, dat die mindset, ik bedoel dat zie je toch altijd bij uh, bijvoorbeeld Zwarte Piet discussie. Daar zeggen mensen, ja als je niet donker bent, heb je die ervaring niet. Dus dan kan je er ook niet echte mening over ja. hebben. Als jij niet homoseksueel bent, kan je er niet echte mening over hebben. Ja. Maar bij dat geld, er zijn fucking veel mensen die <laughs> geen geld hebben, die zo'n grote bek hebben over hoe je met veel geld moet gaan. Dat is ja. eigenlijk best gek. Nee, als je True. tegenwoordig een hypotheek hebt op een huis van acht ton, wat tegenwoordig normaal is, denk je mensen wel dat ze geld hebben. Nou, dan, dan heb je het per definitie. Als je daar niet op op. Ja. dan heb je juist geen geld. Nee, maar je, dan je heeft denkt de bank wel, heeft ja, geld. En kijk, kijk euro. dat euro. Dus mensen denken wel, ik verdien geld, ik heb geld in mijn zit. Maar dat tegenwoordig is, is ja. 2000 euro. Wat kan je nog met 2000 euro doen? Ja, uh, Snap je? Als je daarvan de hele opkomen. leven je pensioen moet opbouwen, je kinderen moet verzorgen, bro, je komt daar echt niet mee hoor. Nee, ja. nee wat ik wou zeggen is: kijk, um, over dat stukje keuzes. Kijk. Je hebt twee keuzes. Mijn pa bijvoorbeeld, die heeft op een gegeven moment pandjes gaan bouwen. En ik heb altijd gezegd van, ja, luister, je kan geld uittrekken, je kan geld uithalen. Je kan uh, er meer mee doen. Je kan verder, je kan schalen, noem maar op. Maar hij heeft gewoon die behoefte niet. En ik en mijn broers zien dat wel. En wij zijn nu die, de nieuwere generatie. Dus wij hebben meer die energie en motivatie om het wel te doen. Maar het is ook een keuze. Kijk, je hebt Richard poor die zegt van, ga maximaal lenen. Pak al het geld wat je pakken kan. Uh, Leef in schulden, noem maar op. Maar je hebt wel altijd die stress van, je hebt schulden open. En heb je mij en volgens mij, um, hoe heet die uh, voor mij die investeerder van uh, Shark Tank, Kevin O'Neill, Ik weet niet Jeff zeker. Kevin Kevin Larry. Larry, bedoel je denk ik? Ik weet niet of, of hij. Met oh, de ja. de ik weet niet of hij het was of een andere, maar het was een real estate investor. Ik heb laatst van gezien, maar in ieder geval die ze ook van. En zo ben ik ook als persoon, zoals mijn pa denk ik ook. Is ik wil alles schuldenvrij. En dat is hetzelfde als we teruggaan, helemaal tot dat notitielijst dat ik bijhoud dat ik drie euro teruggeef aan iemand. Ik hou echt alles bij. Je krijgt het terug van me en ik wil schuldenvrij. Ik leef op dit moment kan ik nu gewoon zeggen schuldenvrij. En mijn auto is afbetaald. Als ik ergens verblijf, dan zorg dat het een paar maanden vooruit is betaald. Als ik iets koop, dan is het van mij. Ik heb geen schulden, geen leningen, niks openstaan. Als ik een lening heb, dan is het de 0% lening van een vriend of weet ik voor wat of, of echt tijdelijk. Maar ik hou er gewoon van, het geeft mij rust. Maar ik ken ook gasten die willen juist leverage, heel veel lenen, juist. doorpakken, vijf panden kopen. Ja, be my guest, maar dat is gewoon niet wat bij mij past. En daarom zeg ik niet van wat ik doe is goed of wat jullie doen is fout of wat ik doe is fout die is goed. Dat kan allemaal, maar je moet voor jezelf gaan kijken. Ben ik een, uh, een paard wat gekeerd wil rennen en het maximale uit me halen? Of ben ik een paard wat gewoon in galop rustig naar de, naar de finishlijn wil rennen? Uh, je komt er allemaal. Het is meer de vraag hoe. Hey, je kent jezelf dus best wel goed. Hè? Dat ja. op, je hebt wel echt alles zeg maar, op een rijtje van waar je heen wil gaan en hoe je dat wilt gaan bereiken. Heb je het ook wel eens anders geprobeerd? Heb je wel eens gewoon een keer veel geleend met rente erop... om te kijken wat je ervaring daarbij was? Nee, nee, nee niet in die zin. Uh, het klinkt alsof ik ook geen risico's neem... maar ik neem zeker uh, met regelmatig risico's. Dan voelt het vaak niet als een risico... maar achteraf denk ik van... Oh, ik had daar gewoon uh, heel veel geld kunnen verliezen. Je, je komt sowieso niet vermogend, word je niet... tenzij je het erft zonder risico's te nemen. Uh, ja en nee, want... Um, Ene kant, als jij 300 euro per maand weglegt in de SP en je doet dat 60 jaar lang, dan ben je vermogend en heb okay. je echt vrijwel ja. geen risico genomen. Dus, de ene kant, denk ik van het kan, maar inderdaad, als je wat meer risico neemt, ga je sneller, ga je harder. Uh, dus er zijn zeker risico's genomen en zeker als je jong bent moet je gewoon risico's nemen alleen dat komt weer bij het portfolio stukje, dus dat moet je gewoon inrichten, dan moet je een percentage voor vrij zetten en dan kan je gewoon gekke dingen doen, maar ik ben er ook een keer fors overheen gegaan en gelukkig kreeg ik mijn geld terug, uh, toen de tijd ik had toen een investment gedaan in een NFT project uh, iets van 75.000 euro overgemaakt of zo. En ik dacht van ja, dat, dat is gewoon een garandeerde keer drie of zo. Maar ik ja, dacht dat het gewoon... gingen hard toe. Ja, maar ik was een beetje te laat, zeg maar, uh, dit that. keer. Dus ik heb er uh, ja, net geen geld op verloren. Of net een beetje of zo. Maar in ieder geval uh, geld terug in die zin. Dus ik had gewoon gehedgst tegen 0%. Omdat ik er in ieder geval niet mee. Ik heb het exact wel terug gehad. Dus die inflatie en, uh, en uh, eurokoers hebben daar geen uh, ja, impact op gehad. Maar inderdaad, je moet wel risico's nemen. Maar je kan ook dus inderdaad helemaal geen risico's nemen... en het heel stabiel houden. Ik, heb, ik zelf ben echt van de geen risico's. Dus het je tegenstrijdig. Ik neem wel risico's, maar wat ik zeg in een percentage. Maar ik heb ook uh, vrienden van 1920... die gewoon onwijs veel risico's nemen... en hun netwerk gaat omhoog... en die gaat dan weer helemaal naar beneden... naar 50 tot een ton gaat weer omhoog. En dat zijn voornamelijk traders, crypto-traders, uh, mm -hmm. noem maar op. Kijk, dat is niet voor mij weggelegd. Dat ben ik niet als persoon. Ik neem gewoon die slow, steady line... breken elke maand wat ik waard ben... en dat gaat gewoon steady en langzaam omhoog... En ik weet gewoon dat ik ga komen. Ik weet ook dat die vrienden er gaan komen. Op een andere manier. En met wat meer haakjes. En bij mij is het eigenlijk gewoon 99% zeker als ik blijf doen wat ik doe, dat dat gaat werken. Bij hun is het nog van, ja, wat, wat gaat mij daar brengen? Maar dat ze er komen, dan weet ik echt vrijwel zeker. En gewoon 100%. Ja, het is ook misschien de hoogte van het financiële succes. We hadden het voor de podcast al even over mensen als Elon Musk en Steve Jobs en dat soort dingen. Het zijn ook de mensen die, wat jij net al zegt, die het zien als een spelletje. Die gewoon ja, geld die is een mensen die miljarden willen verdienen, dan moet je gewoon gebruik maken van leverage, geld lenen, aan de aan het gewoon ja, risico's alles, nemen. juist alles trekken en gewoon dan als een raket gaan. Ja, ja en, en één ding moet skyrocket gaan exit en je bent er. Juist, enter. Dat was ook maar, met Elon Musk inderdaad. Ja. Hij had dan van PayPal volgens mij had hij dus het verkocht, had hij zijn aandelen verkocht. Ja, nou, dan had hij een paar honderd miljoen en dat heeft er weer alles, hij weer alles die geïnvesteerd zeg maar in een nieuw drie nieuwe bedrijven. Ja. En ik had geen eens geld om, om zijn eigen huur te gaan betalen. Ja, het lijkt als je erover nadenkt. Dat is weer echt wel een beetje tegenovergestelde van wat ik dan doe, Is met gewoon ja. heel relaxed alles. Uh, okay. Nou, onze camera viel eventjes uit. Een verpispauze gehad. Een verpispauze gehad. <laughs> maar we hadden het over uh, het delegeren. Want ik meet bij jou heel erg van, jij doet het misschien wel wat rustiger aan met het opschalen van je business. Maar wat jij wel heel goed kan is het delegeren van het werk. Zelfs je huiselijke taken en shit van mensen zeggen van nou dat gaat me wel iets te ver ja precies maar nogmaals het is echt per persoon van wat te ver gaat wat vind je zelf wat vind je niet relaxed. Een maar ik kan gewoon massages bij thuis halen en echt alles outsourcen wat ik al eerder zei um, delegeren wil ik niet per se noemen want het klinkt zo delegerend maar het is meer kijken ook van wie is waar goed in welke specialiteit ik heb een ad agency die kan alles omtrent ads ik heb iemand de social media Specialist of manager, ja, die kan alles omtrent om social media. Dus gebruik ik daar dan voor. Dus het is heel erg zoeken van wie is waar goed in en wie zet je waar neer. En ook kijken van niet alleen iemand iets gunnen. Van ik gun jou 1000 euro per maand, noem maar op. Nee, kijk van hey, kan jij echt wat ik wil? Doe je het goed? Loop je de kans niet van af? Oké, okay, prima. Hier heb je 1000 euro. Gaat voor me fixen. Yes. En zeg maar als ik als, als, jullie de vraag stel van stel je voor uh, je maakt 5000 uh, euro per de maand. En je moet uh, daarvan uh, 5000 euro opgeven. Maar je hoeft letterlijk niks, nergens meer aan te denken. Je hebt geen, van, niet meer van die kleine lijst met van die kleine dingetjes die je nog moet doen. Noem maar op. Boodschappen, doe maar op. Er bij 45 over, helemaal voor jezelf. Ja, dan is het voor mijn ogen genomen. En natuurlijk, als jij 3000 euro verdient. Ik ga daar 2000 euro van aan dat ding geven. Ik ben je gewoon slecht bezig, zeg maar. Maar als je een klein percentage. Uh, ik zou zeggen, zeg weet ik wil misschien 2-3% of zo kan uitgeven aan dat soort dingen. Mm -hmm. En het, het geeft zoveel tijd, ruimte. En dat is overnamelijk headspace. Mm -hmm. Kijk, als ik wakker word, ik hoef nergens aan te denken. Ik weet waar mijn onderbroek is, gewoon liggen. Ik weet waar mijn t shirt liggen. Ik, in Bali draag ik bijvoorbeeld uh, altijd hetzelfde. Mijn nou, broekje, wit shirt of een zwart shirt. Overdag wit, s avonds zwart, want zwart is overdag te warm. En dat is het enige wat ik heb daardoor. Twintig uh, van beide. Gewoon puur om een systeem te hebben en simpel te hoort het vaak bij Jeff Beestra. Ik dacht zelf, oh, volgens uh, mij Wat ik voel, wat zo gebeurt. Het is geen eens daarvan. Het is gewoon puur gemakzucht en noem maar op. Maar het geeft zoveel rust. En daarom kan ik gewoon mijn to-do's en mijn taken doen. En daarna voelt het ook alsof ik echt klaar ben met alles. Terwijl eigenlijk ben je als ondernemer nooit klaar. Want je hebt dus altijd wat te doen en altijd wat te doen. Maar als je de belangrijkste dingen doet en alles is uitbesteed. Dan weet je van oké, okay, er zijn mensen bezig. Ik verdien geld. Ik kan nu gewoon chillen. Doe je je dingen en dan kan je kijken van oké, okay, ik heb een twee, uur iets gewerkt om to doen, ze gedaan oké, okay, ik heb rust in mijn hoofd, ik weet dat alles wordt gedaan, ik weet dat er vanavond eten op tafel staat, nou dan kan je gewoon lekker gaan uh, cowfit spelen, je kan lekker wat uh, je gaan golfen, je kan gewoon dan echt, echt gaan genieten en op de golfbaan is een van de weinige plekken waar mijn telefoon helemaal weg is, wat ik net al zei, het vliegtuig heb je zelfs tegenwoordig nog wifi en kan je een podcast gaan luisteren. Op de golfbaan doe je je telefoon, uh, gewoon in het karretje, je hebt een caddy, zelfs daar kun je alles outsourcen in die zin, ja. maar je zit wel echt gewoon in je eigen wereldje en wat ik net als zei, een beetje in je eigen bubbel ook. Maar en dat is dan, vind ik heerlijk. Wat is dan jouw, oké, okay. meestal hebben mensen een bepaald uurloon en zeggen bijvoorbeeld, oké, okay, mijn uurloon is bijvoorbeeld 60 euro per uur. Mm -hmm. En als ik dan een huiselijke taak moet doen, uh, wat bijvoorbeeld 15 euro per uur kost, ja. dan weet ik gewoon, oké, okay, ik haal er veel meer voordeel uit ja. om, om dat uit te gaan besteden. Bijvoorbeeld een chefkok of een schoonmaagster of ja. weet ik veel wat. Ja. Heb jij dat ook een beetje voor jezelf? Of weet je gewoon van, oké, okay, ik heb gewoon genoeg knaak wat er binnenkomt en ik heb dan bepaalde uitgaven, ja. ja. om die kleine dingen niet meer te doen? Nee, het ding is, ja, ik zit in bepaalde landen waar het gewoon een stuk goedkoper is. Of waar je echt goed geld voor betaalt in Dubai en dan is het gewoon vanzelfsprekend. Uh, of in Bali waar het gewoon echt niks kost. Daar zit letterlijk gewoon bij elke normale villa die je een beetje boekt, dat kost je 1000, 2000 euro per maand voor een normale villa met één of twee bedroom. Daar zit standaard gewoon een staf bij. En een staf is niet zoals in Nederland iemand die het huis één keer in de week schoonmaakt. Nee, die staat dagelijks tussen negen en vijf. En die kan supergoed indoors in die koken bij spreken. Dude, ja, en ja. Uh, verder uh, kan je nog maar halen, wat dan 6 euro per uur kost. Dan heb je een uur een full body massage, wat relaxing is. Um, en daarnaast de staf, die maakt schoon, maar je kan er ook uh, trainen. Ik klinkt een beetje gek, maar je kan er ook. Uh, ja, ik, weet, ik denk dat trainen het juiste woord is trainen. Om te zeggen van, oké okay, luister, ik wil dit hier hebben, ik wil dit daar hebben. Uh, als ik s'avonds op de bank heb gegeten en mijn deken ligt hier en, en dat, vouw het op, het daar en daar en daar. En dan klopt het gewoon. Want als je bij mij ooit in huis komt of in mijn kamer of in mijn werkruimte, alles is netjes en het klopt gewoon, ik weet waar wat ligt. Ik, je kan nu aan mij vragen, waar ligt dit? Ik kan ervoor nadenken, ik weet precies waar het ligt. Ik heb ook niet veel spullen. Um, maar dat is gewoon, denk ik iets wat bij mij als persoon past. Ik ken ook gasten die zijn helemaal over alles overal, even maak het allemaal niks uit, koken zelf, ja, prima. Uh, ik hecht daar minder waarde aan. Het is niet dat ik door dit outsourcen... meer tijd heb om te werken. Want dat doe ik ook niet per se. Zeg maar, snap je wat ik bedoel? Ja, uh, ja Het is nee, niet dat, dat ik ga kijken. Ja, nee, maar het, Zo klinkt het ook. En zo is het aan de ene kant ook... als je het nuchter en realistisch bekijkt. Mm -hmm. Maar je komt er niet door niks te doen. Maar het is niet dat het van de een op de andere dag... dat ik hier zat, zeg maar. Nee. En het is ook niet uh, gegarandeerd... dat ik over een maand er nog zo bij zit. Want er kan zomaar iets gebeuren. En dan ben je weer terug bij af. En dan mag ik ook weer gaan rennen. Dus... Uh, ik probeer nog, nogmaals die balans, probeer ik nog een beetje te zoeken. En de afgelopen tijd leefde ik echt die retirement lifestyle, zoals ik het noem. En dan ben ik veel, veel naar links gaan leunen. En nu probeer ik wat meer naar rechts te komen. Ik ben nu heel veel aan het reizen, podcast aan het doen. Straks in Dubai business meetings, alles weer afloop iedereen zien, et cetera. Uh, en dan later zal ook wat meer licht in links vallen. Maar die balans is soms een beetje ouder Ligt dat ook niet heel erg aan de plek waar je bent? Als in, ik kan me voorstellen dat Bali de perfecte plek is om tering hard te chillen. En dat Dubai een plek is waar je weer meer gaat rennen, zeg maar. Ja en nee, want je kan in Dubai net zo hard chillen. Ja. En op Bali is het wel het lekkerste, is, Van daar is het heel goedkoop om alles outsourcen. Mm. Dus daar kun je ook voor een langere tijd zitten en echt gaan werken. Maar het, nogmaals, voor mij is het niet zozeer de plek, het is meer hoe je er naartoe gaat. Ik ken gasten die in Dubai gewoon een zieke routine hebben, mm. waar je u tegen zegt. En ik ken gasten die een Bali routine hebben. Dat heeft echt met discipline te maken. Ik ben niet de juiste persoon om hierover te praten en te <laughs> zeggen van uh, sneller slapen en doe dit en dat. Maar ik ben meer van, uh, ja, doe wat bij jou past. En dat is echt zo. Ik ben heel erg gaan zoeken van oké, okay, uh, vroeg opstaan past niet bij mij. En iedereen zal zeggen, ja, het past bij niemand. Je moet gewoon doen, die spin, dit dat. Ja, dat kan. Maar voor mij werkt het niet. Ik ga dan echt niet harder werken of meer gefocust. Nee, dat, dat doe ik s'avonds voordat ik ga slapen. Of als ik me gefocust voel. En het werkt voor mij. En misschien werkt het voor iemand anders niet. Nogmaals, er is geen goed en fout. Maar dat is wel hoe ik er uh, ja, naar kijk. En daarom zeg ik van om. Um, als jij naar Dubai vliegt en je hebt daar business meetings en je zegt van oké, okay, ik heb dit en dit als doel. En dan ga je daar naartoe en dan wil je zoveel verdienen. En dan ga je dat doen. Ga je naar Dubai toe en zeg van oké, okay, ik wil even drie weken uh, met mijn verdienen rondkijken, genieten, skydiven, uh, buggy rijden, content maken en lekker chillen. Dan doe je dat. Het is net echt hoe je met welke mindset je eerst naartoe gaat en waar je je toe zet. En die switch moet je kunnen maken. En ik denk dat ondernemers dat heel goed kunnen. Uh, of ze zitten vol in je mode of niet. En er is vaak niet echt een middenweg of zo. Tenminste voor mij dan, wat ik zie. Er zijn vast mensen die het wel hebben. Mm -hmm. Maar het zijn echt ja, sessies zeg maar. En anders. Same. Ik denk ja, dat, dat, beetje, dat dat een beetje het antwoord is op, op, op... Ja, als je ergens naartoe gaat, hoe je er... Ja. En wat je er gaat doen. Dat heb je altijd wel, toch? Ik merk ook wel dat... Het liefst wil ik gewoon twaalf maanden hard grijnen. Vroeg opstaan, laat doorgaan. Alleen denk ik denk dat dit de eerste zomer is geweest waarvan ik ook wel van mezelf wist van oké okay, luister in de zomer zijn er gewoon meer feestjes, zijn er meer festivals, zijn vrienden ook veel relaxter, hebben mensen ook gewoon tijd om wat vaker te gaan chillen. En ik merk dat ik dan toch moeilijker in mijn flow blijf. Dus ik ga nu gewoon mee met de flow om af en toe gewoon wat relaxter te gaan. Ja. En toevallig zijn jou en ik dus ook afgelopen maandag weer in die monk mode gegaan. Ja, ik zag Tot het ja. De najaar komt eraan, de winterperiode komt eraan. Voor ons ja. weer het moment om lekker taart te, te gaan grijnen ook. Ja. Als je was nog wel benieuwd, um, je hebt aardig wat grond gekocht um, in Bali. Klopt. Ja. Dat is 3000 vierkante meter of zo geweest. Ja, ik heb uh, eerst 600 vierkante meter gekocht. Dat is echt friot. Dus dat is echt voor altijd, zeg maar, voor mij en mijn broer op dit moment. Mm. Um, en ik heb een stuk leasehold En dat is dat 3000 vierkante meter. Dat is met drie andere partners, waaronder mijn broer dus nog twee andere partners. Mm -hmm. En daar. Um, en we 25 jaar hebben we dat, plus 10 jaar verlenging, dus 35. Het zit een beetje lastig in elkaar. Um, en daar gaan we villa's bouwen. We hebben nu net de tekening. En er komen waarschijnlijk ja, zes fila's, uh, zes grote, of, of vijf nog grotere. Of uh, drie grote. Met, met nog vier kleintjes voor. Zo. We moeten nog een beetje kijken. Maar dan uh, mensen die me eerst te volgen, die zullen dat wel zien hoe dat dan gaat. Ik ben er ook wel excited voor om dat een beetje te gaan filmen. Noem maar op. Ik heb zelf toen ook een YouTube kanaal gestart. Um, vier video's geüpload ofzo. Ik dacht van, ik heb een paar ideeën, zeg maar, een paar dingen die ik op, op, op film wil zetten. Dat heb ik toen gedaan, maar ik heb het echt onderschat in de zin van hoeveel energie en hoeveel tijd het kost. Echt respect voor jullie om wekelijks zo'n video te pushen. Want ik dacht van, ja, dat doe ik even. Weet je En dan, maar ik outsource nog wel alles, hè. mij ja. kennende. Nou, het kost een geld, joh. Ik denk dat ik echt, uh, het ziet er niet uit met z'n video's, maar uh, het zit echt wel 600 tot 1000 euro per video zit erin ofzo. Maar ik ga dan wel helikopter vliegen, ja. golven, weet, weet, ik verzin het. Um, maar ja, dat heb ik gewoon onderschat. Dus nu is mijn idee gewoon, misschien dat ik het verborgen doe en voor mensen laat en dan af en toe een linkje stuur of dat ik het gewoon publiek laat en af en toe iets upload of zo. Dus misschien dat ik over dat land en die villa's ook wat ga delen. Want heel veel mensen vinden het interessant. Mm -hmm. uh, ik zie het echt, mijn doel is om eigenlijk leasel te flippen. Dus gewoon bouwen, verkopen of off-plan verkopen. Met die cash eigenlijk op, op, op freehold, zeg maar, echt wat neer gaan zetten. Wat dan voor altijd voor mij is. Omdat nogmaals, ik hou van bezit mm -hmm. hebben afbetaald en dan gewoon cashflow. En... Door is gewoon om goed vastgoedinkomen te krijgen. Okay. Uh, want dat geeft weer zekerheid voor mijn retirement lifestyle. Want als die lifestyle rond de 10k per maand zit en dat haal je uit vastgoed. En dan heb je... Te... Het doel is eigenlijk uit elke assetklas gewoon genoeg te halen om die lifestyle te leven. En ik denk dat je zo kan schalen. Stel je voor, je hebt crypto, je hebt aandelen, dividend en je hebt real estate. Dus je zorgt dat je het overal minimaal je living expenses haalt en je lifestyle. Dat is voor iedereen verschillend. Um, als dat dan allemaal een keer twee gaat, ja, dan vind ik pas dat je lijfstal een beetje kan incrisen. Want als jij je lijfstal volledig baseert op één inkomsten of één assetklas en dat gaat helemaal fout, dan, ben je gewoon, uh, dan loop je een keer nat. Want elke assetklas of elke industrie gaat een keertje gewoon gedeeld door twee. Dat is gewoon bewezen. Dan ja. kost het tijd voordat het weer terug is. Klopt nee, het allemaal. voordeel is natuurlijk wel met vastgoed dat in Bali is dat anders. Maar bijvoorbeeld in Nederland, dat mensen wel bijvoorbeeld verhuren. Ondanks dat de waarde van je huis door de helft gaat, men zullen mensen voornamelijk toch blijven huren. Dus ik echt fucking. Exact zeker. Ja man. En want we hebben, je noemde het al een paar keer, je, je beleggingsportfolio. Je, je hebt meerdere dingen waar je dus geld in belegt, denk ik. Um, yeah. hoe, hoe stel je zoiets op? Hoe is dat verdeeld? En waarom is het op die manier verdeeld? Nou, ja, dit is iets uh, waar ik zelf heel, uh, hoe noem je dat, ambitieus over ben, denk ik. Ik vind het heel interessant om... om waarde te bepalen van iemand ik ben altijd benieuwd van hé, hoeveel maakt iemand hoeveel is iemand waard etc. Ik bereken het wat ik al eerder zei ook maandelijks van hoeveel ik nu waard ben ik wil echt zien dat daar een stijgende lijn zit soms is het wat ja, eentonig Ga je kijken van ik had vorige maand bijvoorbeeld echt een goede maand gedraaid en vervolgens breek ik mijn netwerk en het is dus gewoon bijna geen increase ik denk hoe kan dat joh mijn horloge was echt flink gedaald uh, Mijn crypto was weer gezakt en alles dus je kan op een gegeven moment wel weet ik voor 60 k in een maand verdienen maar soms ga je er gewoon helemaal niet op vooruit, dan denk je dat. Maar dan gaat dat naar beneden, dat naar beneden, dat naar beneden. En het is zeg maar een spelletje, zo zie ik het echt. Dat, kijk, als jij je 2000 euro per maand verdient, wat wordt overmaakt van je werkgever, dan kan je hem die 2000 investeren, beleggen, uitgeven, noem maar op. Je hebt geen stress. Maar als jij op een gegeven moment een miljoen per maand gaat verdienen. Ja, dat ben ik nog niet, maar stel je voor, je gaat op een gegeven moment een miljoen per maand verdienen. Dan wordt het gewoon belangrijker om je geld goed te managen en te beleggen en te investeren, in plaats van dat je gaat zorgen dat je anderhalf miljoen gaat verdienen of dat je vijf ton per maand gaat verdienen. Want als jij op een gegeven moment 10 miljoen waard bent... en jij verdient 50k per maand... dan heeft die 50k geen impact. Want als, jou, als er een paar procent fout gaan in je vermogen... Dan, dan zak je gewoon weer. En dat is heel interessant. Hoe meer geld je hebt... zeg zegt ook wel more money, more problems. Ja, begin ik steeds meer te geloven. Want als jij op een gegeven moment vermogend bent... dan ga je gewoon zien van... oké, okay, ik maak deze maand wel flink geld... maar eigenlijk ben ik niks vooruitgeschoten... Als, als je mij uitschrijft van wat ik waard ben. Dus ik raad aan... dit is wat advies dan is in... Iedereen gewoon te gaan laten berekenen. Elke maand hoeveel ben ik waard? Technisch gezien telt alles boven 100 euro mee. Maar ik doe dat niet. Want dan zouden mijn schoenen bij wijze van spreken ook meetellen. Nou, ik beperk het echt tot assets en tot wat duurdere accessoires. Uh, maar als je wat minder vermogen bent, dan mogen je schoenen gewoon bijvoorbeeld meetellen. Uh, maar bereken dat. En houd het eens in de gaten voor jezelf. Van maak ik stappen? Want nogmaals, wat ik al eerder zei voor mijn voordekal. Is stel je voor je verdient een ton, maar je geeft 90 uit en jouw 10 over... Iemand anders die 20 verdient en maar 2 uitgeeft, die gaat op de lange termijn met investen, gaat die veel harder en voorbij diegene die ton ontvinden. Dus vaak is het veel interessanter om te weten van hé, hey, wat doet je investment portfolio? In plaats van van hé, hey, hoeveel maak je per maand? Want hoeveel iemand per maand maakt, ja, dat zegt eigenlijk niks. Want iemand met een 9-to-5 kan eigenlijk soms veel vermogen zijn dan een ondernemer, omdat die gewoon goed heeft belegd in zijn pensioenpotjes, et cetera. En dan zul je gewoon zien dat het eigenlijk een miljoen krijgen is, super makkelijk op termijn. Ja. Echt makkelijk. Als jij gewoon 200 euro per maand een SWP 500 legt, 8% per jaar gemiddeld, je legt 200 per maand bij, je hebt een normaal salaris, dan heb je over 40, 50 jaar, heb je gewoon een paar ton. Maar dan heb je een persoon zoals jij en jij gaat, zeg maar, ook uh, als 21-jarige met pensioen of die le leefstijl leef je. 22, ja. 22. Pas <laughs> ik mijn 21 scherp blijven. <laughs> 21. Ja. Um, en hoe. Ga je ervoor zorgen als persoon, als gemiddeld persoon om dat te realiseren zeg maar voor je dertigste. Ja, kijk, um, ik heb gewoon een plan eigenlijk, net zoals uh, Thijs, waarin ik me nu zei, je moet gewoon een plan hebben voor jezelf. En uh, thijs is iemand die voor mij mensen daar eigenlijk ook bij helpt, zeg maar. Ik zeg eerlijk, als ik in Nederland zou wonen en ik zou die call zien, had ik hem meteen opgebeld en gezegd van luister, uh, wat gaan we doen. Ja. Wel. Maar wat ik zeg, meestal, mensen gaan meestal naar het buitenland. Dus ik doe eigenlijk hetzelfde. Kijk, er komt geld binnen. En als jij, het is wel een verhouding natuurlijk. Kijk, als jij 2000 euro verdient, dan kan je niet uh, 60% investeren van je geld. Je hebt gewoon je uitgaven. Als jij 5000 euro verdient, ja, dan kan je gewoon 60% investeren. Hoe ik het doe, is voor mij komt het geld binnen en ik betaal mezelf eerst. Dan gaat elke maand sowieso 5000 in stocks en 5000 in crypto. Sowieso. En dat zijn gewoon stokjes die ik heb uitgekozen. Dat is SP 500 voor een groot gedeelte. Uh, top 100 Amerikaanse bedrijven. En dan Meta, Facebook en nog een paar losse dingen waar ik gewoon een klein paar honderd in stop. Zeg maar. Nou, alleen al dat stokstukje van 5000 per maand. Nou, gooi het maar eens in een Compact Interest Calculator. 5000 per maand. Doe dat voor 30 jaar of zo, of 20 jaar. Dan praat je al over een miljoen plus of zo. Ik vind het echt verslaafd om in die Compact Interest Coalator te zitten... en de hele tijd gewoon in te vullen van... oké, okay, dit per maand, noem maar op. Nee, ja. Met 5k inleg voor al die tijd. Dat is wel zeker een miljoen plus. Uh, Ik denk uh, 10 miljoen plus. Ja, nou, er heel ja, veel geld uit. ja we, we kunnen het zo even kijken, Maar inderdaad, ja. voor mij komt er een hoop geld uit. En dat is alleen al aandelen. Maar pas op, als jij 50k per maand verdient ga niet 45k stok stoppen. Niet alleen per diversificatie, maar je moet beseffen... dat je moet die 5k per maand moet je wel kunnen doen voor 20 jaar... want je koopt de gemiddelde. Dus je moet wel rekening houden van... wat als ik over een jaar niks verdien? Kan ik het dan nog investeren? Dus zorg altijd dat je zes maanden expenses achterwege hebt... maar ook je investment. En nu doe ik 5k stok, 5k crypto. En daarnaast vastgoed... Vastgoed is wat lastiger voor de mensen die een wat lager inkomen hebben. Je kan niet zo snel beginnen. In Bali is het wel wat laagdrempeliger. Ook uh, al is zeg maar een tonnen Bali, is een tonnen Bali. Een ton in Nederland is vier ton als je leent. Dus dat is met hoe je het bekijkt. Maar vastgoed ligt wat hoogdrempeliger. Daar ga je meestal later naar kijken. En vastgoed zijn meer grote dingen. Als ik dat land heb gekocht en er gaat flink geld en schiet dat percentage in mijn vastgoed omhoog. Ik heb uh, mijn doel. Ik weet niet of je dat uit mijn hoofd weet. Ik uh, kan er wel voorbij pakken, anders. Maar in ieder geval, mijn doel is: 5% de horloges van mijn vermogen. Um, 40% vastgoed. 25% crypto. En dan 30% stocks. Voor mij kom ik dan op 100 uit, zo even snel mogelijk gerekend. In ieder geval, dat is mijn doel. Nu zit ik wat van af. Zeker als ik straks dat geld overmaak. Wil ik het laten zien voor dat vastgoed? Dan schiet dat vastgoedpercentage weer met. X percentage omhoog. Nou, dan ga ik kijken van oké, okay, ik vast kan ik niet verkopen op dit moment. Dus ik ga van mijn, van, van mijn inkomen ga ik wat meer in stocks en crypto doen. Eigenlijk zegt iedereen dit. Uh, Club, Miljonersclub vascaraal is eigenlijk iets wat ik gewoon hanteer en volg, Dat is echt een zieke aanrader. Um, en je moet nogmaals kijken wat past bij mij. Ben ik een safety investor, wil ik gewoon SP500 doen? Wil ik heel veel risico nemen? Ga ik op individuele bedrijven, et cetera, maak een plan. Nou, mijn plan nogmaals, zijn die percentages. En ik zorg ik het even naar gaat crypto straks keer drie. Dan kijk ik aan het eind van de maand. bereken reken mijn, mijn net worth. Ik kijk naar mijn crypto. Ik top mijn crypto af tot het prestage. Ik krijg cash vrij. Nou, dat cash gaat dan weer in een vastgoedproject. Of dat gaat weer naar, naar, naar stocks. En zo probeer ik dat te verhouden. Af en toe koop ik een leuk horloge. Nou, dat is nu niet de beste investering geweest. Maar het is gewoon leuk om te hebben. Maar het is in die zin wel iets van waarde vast. En wat op lange termijn waarde gaat maken. En zo heb ik het voor mezelf ingedeeld. En ik kijk elke maand. Dan blijft er een bedrag over. Dus laten we even 50k aanhouden. Er gaat 10k geïnvesteerd worden. Blijft 40k over. Nou, 40k gaat eigenlijk een soort van in tijdelijk sparen. Het gaat naar projecten. NFT projects kan je aandenken. Ik heb funded accounts. Ik weet niet, uh, Forex funds. Ik heb iets van 2,5 miljoen op dit moment aan funded accounts. Nou, uh, ik hoef maar 2% per maand op te maken. Dat wordt gemanaged voor me. En dat is ook al leuk inkomsten. Dat is een van mijn inkomstenbronnen. Er komt ook weer geld uit. Maar die hoop, die stek ik eigenlijk gewoon op. En daar pak ik 5k en dat zet ik op een aparte kaart. En die 5k, zeg maar, dat is mijn expenses. Wat ik net zei, ik probeer een beetje van 5.000 rond te komen. Soms is het meer, soms is het minder. Is het minder, neem ik het mee naar de volgende maand. Stel je voor, ik heb 5.000 voor deze maand. Ik ben in Nederland. Gaap je nou? Lang nee. ja. nou, verhaal. Ja, lang verhaal, hè? Maar het is wel interessant. Dus, Hoe uh, dat even los nou. ja. Nee, maar in ieder geval, stel 5.000 euro... Um, Gaat apart op de kaart. Stel ik geef maar 3000 uit, dus er 2000 over, ga mee naar volgende maand. Volgende maand heb ik 7000. Wil ik een PlayStation kopen of een nieuwe Golftas, dat kost ik denk, voor 3000 euro, zorg ik dat dat vrij komt in mijn expenses. En dat grote geld, dat gaat nou weer op een gegeven moment... langzaam naar stocks, langzaam, maar ook naar mijn backup... in de zin van je moet zes maanden backup hebben, dat je je cashflow... Daarnaast heb je je cashflow van je businesses, wat ook gewoon... Ja, wat ik al zei, ik spend nu ongeveer 50k. Ik zorg altijd dat ik nog extra 50k achterwege heb, puur om dat te dekken. Dat als ik uh, als iets gebeurt, ik in ieder geval mijn cashflow kan betalen. Nou, zo moet je echt als persoon gaan kijken van wat past bij mij en wat wil ik. En de stappen zijn, even voor de wat uh, gemiddelde kijker... Eén, bereken hoeveel ben ik op dit moment waard? Zoals wat ik al zei, bereken je net worth. Twee, hoeveel maak ik per maand? Kan niks zijn, kan iets zijn, maar hou het bij. Zet desnoods die beide getallen elke maand neer en kijk van stijgt het, gaat in waarde. En drie is van, wat past bij mij? Koop ik al stocks? Kijk, mijn, mijn neef zo als voorbeeld, kijk ik zeg tegen hem van luister, stop nou gewoon 50 euro per maand van je hard geld in crypto in plaats van dat je het opzuipt. Uh, en als je dat doet, dan stort ik er elke maand nog wel 25 of 50 euro bij. En het klinkt als niks. Het is ook niks. Even, uh, ja, het is veel, maar aan de andere kant ook weer niks. Maar op termijn praat je echt over groot geld. En daar geef ik ze gewoon ja, tonnen bijna, om het zo te zeggen. En dat moet je vanaf het begin leren. Je kan denken van, kijk, okay, ik verdien maar 2000, dus ik kan nu niet investeren. Nee, maar leer gewoon een x-percentage van je inkomen weg te zetten en investeren. Want als je dat blijft doen, telkens, dan doe je dat ook als je straks 10k verdient. Nou, dan wordt het interessant. Want dan gaat het compound. Het gaat hard, gaat hard, gaat hard. En dan lach je jezelf dood. Dus dat zijn echt de stappen die ik zou ondergaan om, ja, om je portfolio op te bouwen. En blijven spreiden. En nogmaals kijken: van wat past voor mij? Wil ik risico nemen? Wil ik het safe houden? Uh, wil ik gewoon, of keer 10 meteen, of gewoon naar nul? Hoeveel waarde echt kan mijn geld? Hoe lang kan ik hoeveel uitgeven? En dat zijn eigenlijk uh, ja, mijn investment tips in die zin. Nou heb je wel dan inderdaad je investeringstips. Maar je bent ook. Zo ver gekomen dat je inderdaad die 50k per maand hebt om uit te kunnen geven. Ja, en dat is voor sommige mensen is om die kansen te kunnen zien om daadwerkelijk ergens dagelijks aan te kunnen werken, wat heel veel geld oplevert. Ja, vinden ze nog wel lastig. Ja, zeker. En veel mensen, dat, dat, dat stel ik dan van Joshua een stukje. Veel mensen zeggen van ja, passie, 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 wat is passie? Nou, ik heb die riel voorbij zien komen. Daarom weet ik het. Want meestal kijk ik de podcast er vooraf niet om niet te veel in haar in te vallen. Dus misschien val ik in haar, misschien niet. Ik heb ze niet Geen gezien. Probleem. Maar in ieder geval, ja, dat is gewoon echt zoeken van wat werkt en wat kan ik. Kijk, ik zeg niet dat forex Valiation mijn passie is ofzo. Want anders had ik die cursus wel echt mijn passie gevonden. En niet dat nieuwe mensen uitleggen zo. Nee, het verdient gewoon goed geld en ik hou van geld. Hmm. Het is mijn vierde schatje, weet je wel. Ja, ja. Dus ik zou echt zeggen: van kijk wat bij je past en probeer zoveel mogelijk. Ga Volksviliers proberen, ga dropshipping proberen. Ik heb SMMA geprobeerd. Ik heb echt alles gehad wat je maar kan bedenken. En één ding is blijven hangen en dat was dit. En voor anderen is het e-commerce, voor anderen is het traden, voor anderen is het affiliate marketing. En, uh, ja, zo moet je eigenlijk gewoon blijven zoeken. En het is niet, er is niet één tip wat kan zeggen: van oké, okay, hier ga je pas vinden zo, ga ja, je zoveel verdienen. noem maar op. Je moet kijken van wat past bij mij, wat vind ik leuk. Maar het belangrijkste is gewoon wat vriend geld. Ja, ja. En ook niet bang zijn om tijd en geld te investeren. Ik zie te veel zeker, mensen die zeker, zeg ja. maar een half jaar bezig zijn met bepalen. Ja, welke cursus ga ik kopen? Want ja, wat je zegt, nee. 500 euro is veel geld. Ja. Maar in dat half jaar had je ook gewoon die cursus kunnen kopen. Misschien wel ontdekt van, ah, het werkt niet voor mij. Maar wat je zegt, je leert wel een team teammanager. Of je leert, je leert iemand anders kennen. Dat is echt ja, de precies. tip die ik zou willen geven aan iedereen. van Ga wat minder lang nadenken en meer gewoon doen. Zeker weten. Meer doen, veel doen. En wat ik al zei, ja, ik had de mazzel dat mijn broer gewoon zei van luister... 400 euro, doe het, al je geld weg. Ja. En ik zeg je eerlijk, het was krap, want ik gaf het allemaal uit en ik verdiende zeker niet meteen. Ik had geen eens geld voor adspend, besef dat, weet je. Ik denk van ja. organisch, free per en weet ik wat je allemaal hebt. Gewoon wat gaan doen. Ga gewoon, ga iets doen. Ik bedoel, wat heb je te verliezen? Ik bedoel, 400 euro, 1000 euro. Als jij de Masterclass koopt voor 1000 euro, we hebben straks de komen, maar als jij hem koopt voor 1000 euro, één klant levert 400 op. Nou, als jij niet gelooft dat je niet drie klanten kan fixen in een van de grootste markten ter wereld, waar je niks voor uh, hoeft te betalen in de zin van er is geen productkosten, noem maar op. Je kan het organisch doen. Ja, als je dat al niet denkt te kunnen of kan of wil leren, ja, ga dan maar gewoon werken en niet, niet de, de zeuren of zo. De, ja, ga dan maar ja, studie volgen zo. Het, het kan allemaal. Ik heb het ook gedaan, voor twee jaar ben ik gestopt. Uh, maar ik wachtte wel, dat zie ik ook heel veel mensen, van ja, moet ik stoppen met mijn studie, dit, dat. Nee, ik, ik verdiende al vijf, tien tot tien keer per maand, toen ik nog in mijn studie zat. En toen ben ik pas gestopt. Vind je jezelf daarin een uitzondering? Waarin? In dat uh, je best wel veel geld maakt op een jonge leeftijd. Want jij zegt, oké, okay, ik ben gestopt met school, omdat het echt super lekker ging. Ja. We hebben ook met Kossel gesproken. Kijk, wat bij je 101 bars? En nou, dat was voor hem ook wel op een gegeven moment de reden om voor zijn rapcarrière te gaan in plaats van uh, te gaan studeren. Ja. <laughs> Je zit stevig vast. <laughs> ja. Kracht, hè, krachttraining. Maar um, veel jongens die, die, die verdienen uh, een klein beetje. Ja. En die hebben wel een klein beetje succes. Ja. Um, maar dan komen ze, zeg maar, op een gegeven moment op een. Oh, dan hebben ze een studie afgemaakt. En dan krijgen ze de keuze. Oké, okay, ik verdien nu een beetje met mijn onderneming. Ja. Um, of ik ga gewoon werken en dan verdien ik waarschijnlijk het dubbele ja. of misschien wel drie keer zoveel. Ja. Hun fase in het struggelen mm -hmm. is een stuk langer. Ja, ik ben benieuwd van, oké, okay, want dat is meestal uh, bijvoorbeeld Joshua of jij. U hebt het allemaal binnen een jaar of anderhalf jaar hebben u het gewoon echt goed gefixt. Je hebt gewoon nou, iets gedaan, ja, een mindset okay. dat ja. jullie al boven een bepaald gemiddelde kwamen, zodat jullie makkelijk kon, keuze konden maken, ja. um, omdat jullie het geld hadden. Maar heel veel jongens die blijven gewoon twee drie jaar in die struggle zit... omdat ze niet genoeg geld verdienen? Ik denk dat het één een stukje geluk is. Geluk komt erbij kijken. Ik hou niet van het woord. Want, maar geluk krijg je niet... door op de bank af te spelen. Geluk krijg je door van die bank af te gaan... en gewoon te gaan praten... te gaan doen, te gaan kopen. Wat, ja, dat was cursus kopen. Gewoon doen, doen, doen. En dan komt er vanzelf geluk. En wij hebben dan misschien... wat sneller geluk gehad. Maar wij zien er ook snel in van... oké, okay, hey, dit werkt niet... dus ik ga voor naar het volgende. Ik heb dropshipping gedaan... Ik vond het allemaal te moeilijk. Het was niet voor mij weggelegd. Maar ik ben niet blijven hangen en het blijven doen. Nee, ik ben naar Social Media Marketing gegaan. Daar heb ik mijn eerste echte knaken mee verdiend. Bedrijf binnengehaald. Maar ik vond niet dat ik echt resultaat voor ze behaalde met advertenties. Het, het, het deed wel. Ik heb wel verschil gemaakt. Maar ik had niet genoeg impact maken. En zo rolde ik langzaam iets wat werkte. En daar is inderdaad anderhalf jaar, twee jaar overheen gegaan. En toen had ik iets wat werkte en toen ging het hard. Maar nogmaals, dat is gewoon echt doen. Er is geen code je Misschien nogmaals, zien hebben we gewoon echt geluk gehad. Maar aan de andere kant, ja, ik heb vrienden nu, die, wat ik al, die e-commerce brand, die ik zei, dat die zijn 18, 19, uh, net aan 20. En die maken soms nog maanden, waar ik nog u tegen zeg, dat ik denk van, wow. En dan zie je die gozer, die, die duivenpodcast, waar ik ook helemaal verbaasd was. Dan denk ik van, ja, kijk wat er mogelijk is. ik, ik ben, ook, ik ben ja. ook maar Luc Alman die hier zit en zijn verhaal houdt. Uh, en ik voel me niet per se. Ik zeg maar, ik wil zeggen, ik voel me wel anders ten opzichte van een klasgenootje, noem maar op. Dus ik denk dat je wel een bepaald persoon moet zijn. Ik denk überhaupt al dat je in de buurt komt als je deze podcast nu kijkt. Want anders dan hou ik niet zo lang vol. Maar ik voel me wel anders, maar ik voel me niet anders. Het is niet dat, dat ik hier uh, binnen lopen en denk van: oh ja, ik verdien veel meer dan jullie of zo. Weet ik, wat. Nee, ik ben wel heel. probeer ook altijd heel nuchter in te blijven. En ik omring me echt met, met heel veel mensen. En ik heb daar vaak best moeite mee dat als ik op een verjaardag kom nu. Uh, ofzo, dat ik gewoon denk van oh ja, shit, ik moet wel een beetje normaal doen. Of ik kom in een blauwe Porsche aanrijden, ja. Snap ja. ja. je wat ik bedoel? Wat voor mij het gewoon normaal, normaal is like. ofzo, weet je. Ik met de bus ga. Ja, maar kijk, dat is dus inderdaad de lieve leider moet. Dan denk ik van, waarom zou je dat doen als het niet moet? Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, ja, nogmaals, ja, ja, ja. Als ik jou weer de kans geef van hier, ik geef je 30 ruggen per maand, waar je niet al te veel voor te doen, wat gevaarlijk is. Maar uh, zou je nog de bus pakken? Nee, nee ook Marvel, nee. maar is Ja, zeker. Doen. Snap je? En de, ja. Business wordt ook bijna een soort van, je moet het doen. Het kan niet meer niet. Ik bedoel, ik ga straks gewoon in de economie naar Dubai. Prima. Maar het is wel verleidelijk van, ja, het kan, maar... Toch maar niet. Want dan sta je 2000 euro... en dan kan je toch wel 10 uh, ja. dagen van eten of zo. Ja. Weet je? Ja, klopt wel. Ja, wat ik ook wat ik wel denk... want kijk, het is heel vaak ook voor mensen... een soort van copingmechanisme om te zeggen... ja, iemand heeft talent... of iemand is anders dan ik, dit, dat. Ja. Je hebt in aandelen heb je zo'n bekend gezegde van... Uh, time in the market beats timing the market. Oftewel, ja. dus deelnemen aan iets... Gaat je uiteindelijk veel meer resultaat brengen, dan wachten tot het juiste moment. En dat ja. is bij ondernemen eigenlijk ook. Zo. Heel veel mensen gaan wachten tot het juiste businessmodel, het juiste moment. Dit dat. Ja, als je twintig ja. businessmodellen bedoel, gaat proberen, dan ben je waarschijnlijk eerder uiteindelijk bij succes dan die persoon die gaat wachten. Ja, nee, dat zeker. En het stukje niet opgeven ook. Maar ja. niet te lang doorgaan, maar ook niet te snel opgeven. Want vaak dat is weer dat plaatje met die miner. Dat je iemand ziet die stopt. En dan iemand die net, net echt bijna er was. Ja. Ik denk dat dat echt vaker voorkomt. Dan, dan je zou denken dat iemand ja. denkt van. Stel je voor, jullie vrienden nog niet lekker, maar jullie zijn nu op een bepaald punt. En het voelt misschien heel ver weg om nu 50k per maand te gaan verdienen. Maar ik denk als we dat op een schaal gaan zetten bij jullie, denk ik echt dat je al ruim over de helft bent. Al zo voelt het niet, want je, ja. qua bedrag ben je nog te ver weg. Maar als jullie nu zouden stoppen, zou het doodzonde zijn. Terwijl Zeker. nu steeds, ja, terwijl ik zie dikkere gasten komen. Ik was, ik uh, weet niet welk nummer podcast was, maar toen ik er was, ja... Ik denk dat iedereen gewoon een beetje die was. Ik voel me niet speciaal zo, maar nu voel ik me een van de kleinere op de podcast. Wel, toen het hij was, ik wel een van, de, ja. ja, voor mij de ja, grotere, grotere gasten. gasten, zeg maar. Is dat, ja, zeker. dat is wel interessant, man. Zeker ja. interessant. En wat jij net zegt over dichter bij die 50k zitten, ik denk inderdaad dat wij nu, uh, het klinkt misschien heel erg gekker, ook voor ons om te zeggen, maar dat we wel in de laatste 20% zitten van onze journey tot aan nu toe ja. om, daar, om daar aan te komen. Zeker weten. En wat ja. ik altijd heb bij mensen is die vraag: heb ik altijd te stellen. Stel je voor, je, je bent zo'n persoon die echt hard van krijgt, houdt gewoon altijd werk, alles moet werk zijn. Stel ik vaak de vraag: kijk, waar doe je het voor? En bij hun is het antwoord: van ja, het is mijn passie, ik vind het echt leuk om te doen, het houdt me bezig, ik wil groeien, ik zie het als runnerscape waar ik mijn level skill levels allemaal naar 99 deel. ik wil groeien. En als je het aan mij vraagt, is het van ja nee, ik wil vrijheid. Ik wil kunnen doen wat ik wil. Ik wil dus later het graf kunnen gaan. En kunnen zeggen van oké, okay, ik heb gedaan wat ik heb kunnen doen. Uh, ik heb dingen kunnen meemaken. Experience kunnen zien die niemand heeft gezien. Dat hebben zij ook wel, maar op een wat lager pitje, zeg maar. Of, of zij willen juist het, het alsnog doen, maar dan met een jet in plaats van wester, ik noem maar wat. Ja. Uh, en dat is echt het verschil en nogmaals, daarom denk ik dat er geen goed en fout is, maar dat het echt is van, hé, hey, wat wil jij als persoon? En dat zijn de stappen, nogmaals, uh, hou je netwerk, uh, je networth in de gaten, invest goed, kijk van wat wil je wilt, kijk wat verdient geld, het niet per se bij je te passen, als je maar gewoon lekker casht en vanaf daar kun je eigenlijk je heel mooi leven inrichten zoals je wilt. En een ja. mooie connectie naar Leef je mooiste leven van Michael Pilarski. Dat boek heeft voor mij echt het eerste boek dat ik ooit heb gelezen. Ook een van de laatste boeken die ik ooit heb gelezen. Maar ja, dat, dat, is, dat, is, dat is echt. Uh, geloof me ja. die trio werkweek Workweek, die ja. twee. Uh, ja. ik, ik denk dat ik dat boek nooit gelezen had, die blauwe. George geeft het nu zelfs in zijn cursus volgens mij als pakketje gewoon ja, gratis. Ja. Ik heb het boek ook echt knap echt al twaalf keer gekocht voor verschillende <laughs> mensen. Ook als ja. mensen het kijken, waarschijnlijk heb ik dat boek voor jou gekocht. dus een heel goed kans. Dat is echt life-changing, man. Ja. Iemand was deprim, was down. Uh, zonder twijfelen, gewoon wat je adres. En ik bestelde het gewoon als cadeautje. Ja. Ja, mooi. Ik, zou het voor, uh, ja, ik, ik heb dat het het wel altijd. Om. Mensen hebben dat altijd over red pill en zo, toch? Dat je soort van uit de matrix stapt. Ja, ik vind het allemaal erg overdreven. Maar wat ik wel grappig vind, is als je spreekt met ondernemers. Dus dat je wel altijd. Het zijn eigenlijk hele eenvoudige dingen. Jij zegt net dat iemand is depri, Dit, dat heel vaak in de maatschappij is de oplossing dan ga met een psycholoog praten. neem medicatie. Dit, dat ze zo. Terwijl jij zegt heel praktisch. Oké, okay, lees gewoon dit boek, want dat gaat zeg maar gewoon. Je gaat anders denken over je eigen ja, gedachten. Ja, ik. Uh, ik kreeg je de vraag van wat is je diepste laagste punt. Bij mij is dat niet business geweest, denk ik. Tot nu toe dan. Ik bedoel, uh, tot nu toe is dat geen business, dat is meer, ja, inshallah. <laughs> voor, voor het, het meeste is bij mij gewoon in, in relaties, denk ik, op, op, op andere gebieden, zeg maar, op andere vlakken. Um, ik weet even niet waar ik hiermee naartoe wil. maar het is meer van, ik zou nooit naar een psycholoog gaan, bijvoorbeeld. Ik heb het altijd zelf gefixt of zo, met mensen om me heen. Er zijn maar echt een paar mensen die ik heel diep toelaat, in de zin van, die weten alles. Verder ben ik een heel open persoon, geen geheimen, heel simpel, denk ik. Ja. Uh, maar dat is echt hoe, hoe ik de dag doorkom, denk ik. Ja, ik zie mezelf, ik bij mijn psycholoog... Zit. helemaal niet met een Nederlandse psycholoog... die daar met een yes, salaris zit. En, ja, ik weet niet, het, het voegt niet. Ik denk dat zij niet half kunnen beseffen... wat mensen zoals wij meemaken. Ik denk dat als ik zou eerder naar een persoon zoeken... Wat, waarvan ik weet dat het dal heeft gehad... Maar die echt vet succesvol is. In plaats van iemand die daar gestudeerd in heeft. Ja, hoe, hoe, hoe weet jij wat ik nodig heb als je het nooit hebt gedaan of zo? Het is echt anders als je in mijn schoenen staat. Ik denk dat. Kijk, Ik ben heel relaxed. Maar ik denk als ik andere mensen in mijn schoenen zou zetten, ik denk dat je helemaal door zou draaien. Zeg maar, als je niet weet wat er allemaal gaande is. Wat voor mij rustig is, kan voor iemand anders heel druk zijn. Wat voor iemand anders heel druk is, kan voor mij heel rustig zijn. Ja, ja, die zit ja. dus uiteindelijk, weet je, met alles wat je zegt. Ook of je stopt met een businessmodel of niet. Het is allemaal heel erg ook jezelf ontdekken. Ondernemen is gewoon heel erg bij jezelf ontdekken. Waar kan ik wel mee omgaan, waarmee niet? Welk risico wil ik wel nemen, wat niet? Gewoon elke stap. Want ik bedoel, als je jou vier jaar geleden in je schoenen had gezet, nu had je waarschijnlijk het ook niet kunnen. Het was het ook geweest van: wat fuck gebeurt hier allemaal? Nee, zeker niet. Ik had, ik had laatst een eetje in Amsterdam. Uh, met uh, twee meiden die ik nu echt al drie jaar ken. Maar die kennen mij echt al vanaf dat ik net begon. Ik ben met één tegelijk begonnen. Uh, social media marketing, AC. En. Ken ik dus echt al sinds way back om het zo te noemen. Terwijl het echt maar een paar jaar terug is. Maar zij zeiden ook echt van... Nu voor het eerst van... Wij hebben jou echt zien gaan van, van niks, zeg maar. Naar waar je nu bent. En je bent zo gegroeid als persoon. Kijk, zelf heb ik het niet door. Ik bedoel, ik ben gewoon mezelf. En ik hoop zo te blijven. Maar zij zeggen echt van... Ja, wij zien echt van bijna een kindje bijna. Naar een volwassen gozer, zeg maar. Terwijl je nog 22 bent. Ja, ja. En ik denk dus ook dat ik... Veel sneller door bepaalde fases en dingen heen ga dan, dan de, gemiddelde, de gemiddelde Nederlander of zo. Ja. En kijk, ik zeg niet dat mijn weg de goede weg is. Ik blijf terugkomen op, ik zeg niet wat goed en wat fout is. Want dat, dat, daar geloof ik niet in. Iedereen heeft zijn eigen pad. En als ik mijn verhaal leg naast een oud klasgenootje. die het liefst gewoon uh, maandag of vrijdag werkt. en zaterdag uh, lekker in de kroeg staat te zuipen. Ik geloof heilig dat die vaak soms nog gelukkiger is dan dat ik ben in bepaalde periodes. Want ik heb een business die ik moet doen. Ik heb 16 mensen die ik moet uitbetalen die op mijn, op mijn accounten. Ik moet zorgen dat alles blijft lopen. Uh, ik moet zorgen dat mijn geldstromen klopt. Ik moet zorgen dat mijn portfolio klopt. En ik vind het vaak leuk om te doen. Maar er komt ook veel bij kijken. En sommige mensen willen dat absoluut niet. En die willen gewoon lekker nog, nog meer retirement lifestyle. Of althans, die willen gewoon 9 tot 5 en vanaf een 60 helemaal niks. Het is net hoe je het inricht. Dat en ik geloof heel. De crown. Ik geloof echt dat, uh, dat je alles zelf kan, uh, kan inrichten. Ja man. Maar je hebt ook uh, zeg maar je netwerk is je netwerk. Ja. En ik heb wel het gevoel dat jij van een vroege periode al de juiste mensen om je heen hebt en daar gebruik van hebt gemaakt. Bijvoorbeeld je broer, je pa, die zijn altijd bezig bedoel, met het vastgoed. Ja. Je hebt Joshua vroeg ontmoet. Nee, goede relatie ja. met hem. Ja. Ja, daar heb ik een heel mooi voorbeeld van, van wat jij net zei. Van jij belde dan naar je broer toe om te vragen: hé, hey, ik ga die Als cursus. Dat hij er niet was geweest. Was Juist. Dat die, ik wil die was cursus kopen. Hey, maar het grappige ja, is, ik precies. heb ik het, precies op de flip side, want precies. dit was waarschijnlijk in 2018 of 2019, ja, echt helemaal aan het begin. Ja. In die periode zag ik ook de cursus van Joshua. Toen vroeg ik in mijn kringen ook aan mensen: hé. Hey, uh, ook Wat denken jullie? Men zei, ben je helemaal ziek man? Hij is oplicht. vol eh, ja, dat, dat geld ja, ja. daar niet aan uitgeven. Ja, en cool. daardoor ja, heb ik het toen... Ook, ja. Heeft het ja. voor mij nog anderhalf jaar geduurd... Terwijl ik het wel gedaan had. Terwijl ik het toen gelijk al had kunnen doen. En ja, dat maakt al een gigantisch Leip. verschil. Nee, true, true. En ik moet zeggen... Ik denk dat ik me ook altijd wel anders voelde. In de zin van... Ik dacht anders. Keek anders naar dingen. Ik wil niet van uitgaan en zo. Maar ik denk inderdaad... Ja, aan de ene kant heb ik me vroeg omringd. Aan de andere kant... Zoek je dat ook een beetje op? Kijk, je gaat verdienen. Toen ik net e-commerce deed, Joshua volgde, keek ik heel erg tegen hem op en alles en zo. Toen weet ik nog voor het eerst dat ik, uh, dat ik naar Bali ging. Of ik we ging wel vaak naar Bali, maar voor het eerst dat ik echt zelf ging als ik ga reizen. Uh, dus nu zei ik, wil het ontsnappen en ik ga werken. En toen ontmoette ik hem via-via. Uh, dat is een heel grappig verhaal, vertel ik nog wel een keer. Of heb je dat al een keer verteld? Deed ik echt ik, niet. Nee, meer, nou, man. Dat is wel een grappig verhaal, maar in ieder geval. Um, Na het uitgaan? Of was het een. Weer een ander verhaal van George van jou. Dat je in Bali een keertje uitging. Nee, hebt... nee, nee, nee. Dat was, dat, was, dat was vast een ander verhaal. Nee. Dat, dat was het niet. Nee, nee. Maar in ieder geval... Um, toen leerde ik hem kennen. Toen was het echt nog heel erg... Dat oprecht... Dat ik keek tegen hem op. En ook tegen die gasten die bij hem waren. Van wow, weet je wel. Het is nu net alsof twee universums samenkomen. Ik ga van mijn zolderkamertje... Waar ik vijfde ster op een maand verdiende... Naar Bali. Naar waar ik opeens met je idool zit of zo. Weet je? En we hebben vaak de grap dat dat... Dat hij mijn idol is. Omdat ik alles kopieer wat hij doet. In de zin van... Uh, Zelfde partners hebben we gehad. En tot nu toe... Uh, we stonden heel toevallig bij het. gelijk in een Versace store. Hadden we een zakje gekocht. En toen boost ik dat. Zei die, <laughs> hij... Want jij ook. Uh, ja, nog wel heel veel dingen. Zelfde kleur auto heb ik nu als hem bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet. Aan de ene kant denk ik van... Ben ik ben in ieder geval goed op weg. Want dan weet ik wat er komen staat. Ja. Maar het is wel heel grappig dat... Um, ja, het is waar je mee omringt, maar het is ook dat het moet mee op je pad komen. Het is niet dat ik echt een zoekende was van ik moet hem tegenkomen, ik moet hem spreken, en dat is heel vervelend, want dan krijg je een hele andere relatie. Dan wordt het gewoon van hé, hey, ik wil wat van jou, want jij bent hoger, geef me informatie. Ik had dat totaal niet. Ik keek tegen hem op uh, en ik heb heel veel van hem geleerd en alles en noem maar op. En hij was echt de reden dat ik dus begonnen was met online of in ieder geval de eerste stap kon zetten, want ik was al even goed wel begonnen, geloof ik. Maar het is niet zo dat uh, ik het chill vind als nieuw bij mensen in mijn dermisavond naar me toe komen. van hé, hey, dit, 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 dat. Nee, je moet er een beetje organisch erin rollen. Ja. Um, en het moet gewoon lopen. En dit, dit is goed gegaan. En zo met sommige gasten connect ik absoluut niet. Nee, 100%. Dat merken wij ook wel. En wat jij zegt is ook wel grappig van dat soort van. De mensen naar wie je soort van opkeek in het begin. Dat als je die mensen eenmaal vaker ontmoet. Ja, op gegeven moment je dan, dan denk ja. je echt gewoon van: je bent niet veel anders of zo. Nee. Je hebt ook nog problemen. Je hebt ook dit en dat. Exact. Maar wat ook grappig is. Om er toch weer Josh bij te halen: is, kijk, ik leer heel veel van hem. Maar hij leert ook weer van mij. Kijk, hij maakt mij wel belachelijk dat ik niet werk en dat ik chill en zo. Maar hij beseft ook wel eens van... Jezus, ik, ik ga zo hard en Luc die zit gewoon te chillen. Hij zei, ik wou dat ik dit gewoon kon. Dat ik gewoon even gewoon... Even niks, weet je wel. En ik, ik geef dat dan weer mee. Dus ik denk dat het ook wel waardevol is twee kanten op. En dat zie ik nu ook met die 7-4-club. Ik heb gasten die harder gaan dan ik... En ik heb gasten die onder mij zitten. Maar zelfs je leert altijd van elkaar. En het is, je ziet te veel mensen die alleen maar van, ja, ik weet alles. Uh, ik weet alles al. Luk, ik doe het goed. Kijk, ik vind je zoveel. Maar ja, zo kom je niet verder. Als je denkt dat je de slimste bent in een ruimte, dan moet je je zorgen gaan maken. Want dan ben je ja. of arrogant. Of je bent echt ja, op de slimste. Nee. <laughs> nee, maar nee, true. Alleen, je hebt zo'n spreekwoord van, ja, als je de rijkste bent in de kamer of de slimste, zorg je er niet bent... Maar ik vind het zo'n stomme, want dan op een gegeven moment dan is hij toch leeg, omdat er telkens één iemand wegloopt. Want er moet toch een slimmere zijn, snap je wat ik bedoel? Het is ja, mee, je, ja, ja. Ik, ik snap ik maar het het de ene kant. Aan op, ik denk dat het belangrijkste is dat je op gebieden kijkt. Want bijvoorbeeld stel je voor, jij bent misschien qua geld verder dan ik, maar ik heb al langer een relatie, dus kan je bijvoorbeeld op relatievlak weer van mij true, leren. En zo heb je, je hebt heel veel verschillende vlakken waar je elkaar nee. weer kan leren. Nee, zeker weten. Maar jij kunt ook, valt, wat ik al zei, je hoeft dus niet altijd... Op of financieel of op kennis het hoogste liggen. Want je kan altijd wel iets leren van iemand ja. anders. Maar als je, weet ik veel, in een kroeg beland ergens in. Uh, Noem eens een random dorp. Ja, dan zie je wel verkeerd. Ja, ik Geloof. heb toch ook wel daarbij zelfs dat ik soort van de nummer één skill die ik heb. Mijn vriendin is er altijd helemaal verbaasd over. Is dat ik altijd met iedereen kan connecten. En dat komt gewoon omdat ja. ik als ik iemand ontmoet. ga ik gewoon zo snel mogelijk op zoek naar hetgene. Waar heeft diegene een passie over? Of is er iets interessants? Ja. Doet hij misschien niks met business, niks, nee, niks dan. Ga je gewoon zoeken en dan, oh, een familielid van mij doet dit en dit en daardoor ben ik met hun in Afrika geweest. Oké, okay, nice, ja. klinkt interessant, let me know. Nou, ik heb een beetje hetzelfde. Alleen ik heb wel soms moeite om te praten over niks, zeg maar. Dus mm -hmm. ik scheid dat echt vrij snel af. Dan kap ik het af. Ik hou echt gewoon over geld, over business te praten. En heel veel mensen in Nederland praten al niet over geld, bijvoorbeeld. Ja, dan heb ik al weinig te zeggen. Maar ik ben wel heel sociaal, ik kan makkelijk connecties leggen. En ik denk dat het bij mij komt dat broers een halfbroers dus Ik ben alleen opgegroeid als kind. Ja, dan ik denk sowieso dat mensen die enigszins kind zijn veel sneller relaties zeggen of ze zijn echt heel introvert of ze zijn gewoon extrovert omdat wat heel makkelijk relaties leggen en eigenlijk ja, je moet wel want anders ben je alleen op de speeltuin ja, als je cool. naar buiten gaat als mensen met nou met jou gaan praten en ze willen het over Call of Duty hebben ja, kijk dat is een passie ja nee dat is logisch dan 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 haak je maar ik bedoel ja de meer average ja, Zeg maar. Ja, KD, een ja. beetje lastig. Wat is je KD? Ja, ik, ja, dat, ik een kan er kan op. ik uren over doorgaan. Want uh, <laughs> bijvoorbeeld is, dus, uh, ik ga met hem spelen. Hij speelt ook League en zo. En dan kan je gewoon uren over doorgaan. Weet je? Dan ja. ga je gewoon grapjes maken van ja, mijn mana op man wat rusten En weet je ik veel dat soort shit. Ja, ja. Ik vind dat gewoon grappig. Ja, louter. Nee, ja, mooi man. En daar wil ik ook hey, zeker op terugvallen, ja. Ik wil nog even terugpakken, want zoals Koen net al zei, we hebben ook natuurlijk uh, een, ja, een actie of een kortingscode uh, die we uh, aan de luisteraars mogen geven vanuit, uh, vanuit FEM. Dus. Ja, zeker. Hey, Koen is een bericht van, hey, heb je nog wat, uh, wat je zou kunnen ik, ik zei, nou, we kunnen eventueel de, de cursus doen. Mm -hmm. En uh, we dachten van, nou, laten we gewoon een goede 20% korting geven. Ik denk dat dat redelijk is. Ik geef niet vaak kortingen, want ik ben zoiets van, ja, wat ik al zei, je hebt het sowieso snel terug. Maar 20% korting, dat houdt in dat uh, de cursus 800 euro is. Het yes. is een koopje, want de euro en de dollar zijn zo gezakt. Ja, <laughs> 800 euro is hij. Um, wat erin zit, ja, ik denk dat het beste is, uh, check mijn Insta, stuur een berichtje of uh, check de YouTube-video die ik heb gemaakt. Alles is wel Engelstalig. Ja. Uh, maar zeg gewoon dat je via Lotgenoten komt en dan krijg jij 20% korting op de Fortune Masterclass. Ja. En dan en moet moet je even DM'en dus voor die. Uh... Alles kan uh, yeah. DM'en of uh, we kunnen de videolink ook in de beschrijving zetten Want die dat die is die we echt doen een videolink, link. Ja. doen we sowieso zo zo erin uh, voor Insta. In um, plaats van dat mensen zomaar gaan, van alles gaan DM'en dat je niet meer weet waar ja, ze vandaan ja, komen precies. anders kunnen ze uh, gewoon lotgenoten naar je sturen in hoofdletters ja ik vind dan het prima dat het, ik bedoel, het daar een beetje vandaan komt ja. de dat volgorde een beetje, nee, uh, veel worden, de volgorde ik. is inderdaad uh, ik heb zeg maar een YouTube kanaal uh, waar we een paar dingen op staan Eén video gaat over forse affiliate marketing Dan leg ik echt alles van A tot Z uit wat er in de cursus zit, wat je kan verwachten, wat het kost etc. Nou jullie krijgen dan 20% korting ik zeg ik je via lotgenoot komt en vaak als je wil kopen moet je sowieso een dm sturen vraag ik altijd van via wat kom je nou, lotgenoot in dit geval of je kan een gratis 10 minuten call met mij inplannen mocht je nog twijfels hebben vragen dingen willen weten mocht de video niet duidelijk genoeg zijn kunnen ze een call inplannen uh, die call kan je doen via de linktree in mijn instagram bio dus alles, alles linkt aan elkaar eigenlijk juist, ja. maar dan komen ze wel en dan cool. uh, linktree ja dan, uh, juist uh, ik ben, ik was nog wel ja dat is meer gewoon eigen interesse ook van wat zijn nou precies de voordelen die er dan aan zitten? Als je gewoon een paar punten moet opnemen. We hebben het natuurlijk al even over gehad, maar daar ben ik nog wel benieuwd naar. Want je had het eerder ook al van, het is een soort van een bijna dropshippen met alleen maar upside. Ja. Kan je daar kort even over uitweten? Van wat zijn precies de voordelen? Dat mensen dat ook gewoon weten. Um, ja, wat zijn de voordelen? De voordelen is dat je een retirement lifestyle kan leven als je het goed doet. Ik denk dat het een voordeel is. Nee, ik denk dat het grootste voordeel is inderdaad dat je een... Product heb wat gratis is. Dus je hebt een super hoge marge. Met dropship heb je vaak een product dat kost 30 euro. Dan heb je 10 euro advertentiemarge. Ik noem maar wat. En nu heb je gewoon eigenlijk uh, 400 dollar marge. Het tweede voordeel is: ze krijgen de deal met de broker via mij. Dus ze krijgen direct die deal. Vaak als je zelf in broker contact, krijg je de helft, of, of minder of slechter. Dus ze krijgen de deal via mij. En dan vallen ze onder mijn hoede, onder mijn wolfpack, om het even zo te zeggen, onder de fan. En dan is het ook zo dat je ook echt betaald krijgt. Kijk, vaak is het zo dat je niet meteen weer geef bent voor een broker en dat ze je niet uitbetalen. En je krijgt echt betaald als je via mij werkt, want ik trek het gemiddelde met de rest mooi naar boven. Nou, verder help ik je net van A tot Z eigenlijk. Um, en laten we het doen: ik weet wel iets leuks. Voor de eerste shit, moet ik wel oppassen. Voor de eerste vijf action takers die via lotgenoten kopen, krijgen één uur gratis één op één coaching. Oké. Okay, nou, nou ja, vijf uurtjes. Dat, ik, dat even, doen? ik wou tien. Ik denk, nee, 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 vijf. De eerste vijf krijg ja. je. Moet over tijd blijven. Ja, soms soms zit, Na het aanschaffen? Na het aanschaffen. Ja. En nee, niet uh, lotgenoten en u coaching. Nee, nou, op, nee, eerst nee, betalen. Nee nee. <laughs> <laughs> nee, nee, maar inderdaad. De eerste vijf, uh, vaak zitten bij inbegrepen een uur. Uh, maar dat is meestal groepscoaching of zo. Uh, maar laten we doen de eerste vijf, krijgen ja. een uur één cool. op één. Maar je hebt en, het ook in de YouTube-video gezegd: één op één, maar dat was voor de eerste 50 via de video of zo. Ja, en dat is echt dat al, is al oud op. en op. Ja. Dus laten we vijf mensen die via lotgenoten kopen, krijgen een uur één ja. op één. Uh, voor mij als op één. Mijn coaching, ja, dat vind ik het leuke. Mijn coaching één op één, kijk, die kosten meestal 500 per uur. Hè? Dat is even de extra waarde die ze krijgen. denk je wel 500 per uur, wat de fuck. Maar ja, je hoeft maar twee klanten per maand meer te krijgen door één uurtje coaching. En je hebt het eruit. En vaak. Coach ik mijn topstudents, die betalen het makkelijk. Die kopen voor vier uur. Vaak coach ik die niet eens zozeer op het businessmodel, maar meer op privé dingen, op outsourcing, op compleet andere dingen of op investing, portfolio, indeling. In die Seven Figure Club hebben het ook echt over van alles en nog wat. Het hoeft niet per se oh, alleen maar over voice te gaan. En vaak zie je dat soms het probleem je in business ligt, maar ook gewoon privé kan liggen. Dat je ouders je te veel tegenhouden of dat je eigenlijk uit Nederland moet. Je moet reizen, meer voelen, meer mensen spreken. Op Bali zitten zatgasten waarvan je zou zeggen op Insta van... oh, die zijn fucking rijk, maar eigenlijk hebben ze helemaal geen geld. In Dubai <laughs> heb je hetzelfde. Ja. Dus ja... ja. Uh, ja, dat moet je niet hebben. Goed filteren. Als ja. je iets koopt. Uh, nou ja, bij ja. mij heb je twee podcasts die je kan checken. Je kan checken of je connect met mij. Of je denkt van wat is dit voor een groot studio? Mijn gaan loopt te lullen. Er hoeft niks, <laughs> ja, niks me te maken hebben. Ja. Zo zou ik echt kijken. En gebaseerd daarop je aankopen doen en doe research. Want er zijn zatgasten die van alles verkopen en op. En het kan werken. Als jij denkt dat het werkt, werkt het sowieso. Je kan iets kopen en denk van ah, het werkt. Ook als het bullshit, kan, kan alsnog werken. Het is echt hoe je er zelf mee omgaat. Dus uh, filter goed. En uh, ja. En nadelen oh. heb je nog, ik kan bijvoorbeeld naar Amerika, kan dus niet. Nou, Amerika kan niet, nadelen zijn, um, het is wel een competitive space in de zin van kijk dropship, je hebt allemaal verschillende producten, iedereen levert nu wel gewoon hetzelfde product. Ja. Uh, nadelen zijn opstartkosten, kunnen heel hoog zijn, kan ook heel laag zijn, je kan alles organisch doen, maar dan ga je trager. Heb jij nog 500 euro, 1000 euro voor ads, ja dan kan het super interessant zijn, dan ga je veel harder. Nadelen kan zijn is dat je uh, tijd moet stoppen en je verdiepen en een nieuw businessmodel. Ja, dat kan een nadeel voor je zijn. Ja, dus het is net je hoe je luid. het er een De kopen. ondernemer ziet geen nadelen, je ziet geen obstakels, nee. je ziet nee. gewoon problemen die je oplost. En dan ga je door. Dat zijn gewoon heuveltjes ja, heuveltjes die, die je overgaat in plaats van. Maar uh, ja. bijvoorbeeld voor ads heb je al best wel een budget om iemand binnen te halen. Wat je al zei, iets van 200 ja. euro. Ja. Maar tegenwoordig, en dat is ook een verschil met vorig jaar, heb je veel meer mensen die ook actief zijn op TikTok. Tenminste. Ik denk toch was vorig jaar ook ja. Wel actief speelt dat een nou rol maar inderdaad ja op TikTok kan je organisch veel mensen bereiken daarvoor. 100%. En dat, dat raad ik ook mensen aan. Dus kijk, je kan met Instagram Reels tegenwoordig al of gratis bereik krijgen. 100. Facebook Reels. Facebook Reels. Soort. Nee, ik doe niks met Facebook. Maar uh, Facebook Reels, schijnbaar. Maar, ja, maar als onder. jij uh, inderdaad gewoon uh, een brand opstart. Het kan zonder gezicht trouwens. Dat is een voordeel weer trouwens. Dat hebben we niet benoemd. Ja. Maar dat wordt allemaal in die video besproken. Kijk, je kan organisch als je gewoon vier steken Reels maakt. En dat push je op elk platform en je bouwt een brand. En je krijgt daar wat, wat Reach uit. Je hoeft maar één klant te fixen. En je hebt gratis 400 dollar zonder enige kosten. Het is werk. Het gaat tijd kosten. En je moet converteren, noem maar op. Maar als dat eenmaal gebeurd is, heb je al 400 euro ad-budget. Ja. Ja, dan kan je gaan rollen, 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 rollen. Hey, dat is voor als er een lotgenoot hier. Er gaan vast een, heel, een hoop mensen in je DM kruipen. Dat voel ik nu al. Ja, dat is zo erg. Vorige keer viel het op zich. Uh, ja, nee, maar vorige nu is keer. Het, uh, maar dat is een tijd geleden. Als mensen ja, ja, terug. Ja, 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 mensen mogen. Ja, ik krijg helemaal geen berichten. Zo, ja, 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 ik het zo, zo voor de fake account. Zet me anders even mijn naam in het beeld. Of zo Luke. .halman. Man. Ja, je, zet enige, sowieso, je hebt helemaal lage, lage streepjes onder, en, in de beschrijving, ja, in de beschrijving ja. Gaat het ja. gewoon En voor het de beste. mensen die dus worden gevolgd ja. nadat je Luc. Gaat, gaat volgen. volgen. Ja. Dat zijn waarschijnlijk scammers... Net als toen je lotgenoten ging volgen, dat je ook werd ja. door rare mensen die zeggen van: wil je investeren in crypto? Ja. Ja, volg ja, de link in de beschrijving. En dat dus ja, ook. Aardig. Ik zal nooit terugvolgen of zo. Klinkt niet arrogant of iets. Ik heb een vriendin. Sorry voor de vrouwen, maar in ieder geval. Ja. <laughs> fuck. Ja, heel ja, nu, ja, nou, nu, 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 gaan, nu ga nu ja, gaat de, ja, de, ja, de, kijkers tijd. De kijkers tijd. In kijkers de grond. Nee, maar in ieder geval. Ik volg nooit terug. Puur omdat ik ben heel op social media bewust meer mogelijk mensen te volgen. Want ik, als ik je volg, ik kijk alles, ik check al alles ik weet alles zeg Cies. maar dus voor de podcast dan kijk ik het ook echt uh, ik volg niet duizend mensen uh, nee ik gewoon als ik het kijk dan kijk ik het dus uh, ja zoek voor de pas op voor de scammers en zoek ja, voor de v accounts en uh, ja, wie weet uh, zie ik snel op Bali ja of dat in is Dubai uh, Dubai, wow. Dubai even eerst, eerst als Dubai. je het gekocht hebt laat het mij even weten ons even weten want ik vind het een heel interessant businessmodel. Ik heb zelf de tijd er niet voor en ik ga daar nu niet op focussen. Maar ik vind ja. het wel interessant om te zien hoe iemand zich daar ontwikkelt. Want het is heel nieuw en ik, ik heb, zie nog niet veel mensen die het doen. Ja. Dus ik wil er wat meer over weten. Dus als nee, iemand ja, mij zeker. een beetje updates kan geven dan hoe het gaat. 100 dan en, dan uh, en, uh, ben ik je liability partner en dan weet ik weer wat meer. Dan worden we beide beter. Het doet van. Het weer een belofte hè? Ja, ja, ja. Nee, niet liability partner, maar gewoon. Nee. Nee, ik wil het hoe gaat, je gaat je het? Push, 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 push je, push Ja precies, nee, maar dat, als hij aan mij gaat vertellen hoe het gaat. Ja. Je weet toch, als hij dan de week daarna, als het kut gaat, dan ga ik dan zeggen van joh bro. Yo, wat is dit joh? We zijn een week verder. Ja, is ja. Uit. Het is nog niet tijd voor retirement. Eerst nog even hard werken. Dus samenvattend, 20% korting. Check de video in de beschrijving en volg Luc.halman. Geen andere accounts. En dan uh, DM zie ik jullie lotgenoten. snel. DM met lotgenoten. Ja. Uh, check de video. Stel vragen. Shit. Ik. Uh, Gaat even nemen. Out uh, boys, Dankjewel, thanks sowieso. tot over een jaar. Dankjewel, Tot over een jaar. Precies, ja, tot over een ja, jaar. We een jaar Dan doen het een keer in Dubai. Uh, ik uh, Bali, ik, vind, het ik Bali, vind het goed. Ik vind het goed. Moet Bali, moet Bali, je doen. Er zitten zat, ja, zat, zat interessante Dubai, ja. gasten. Busy op de podcast zit ook in Bali. Ja. erop ja. knallen. Ja, oké. Netjes. Ja, we kunnen het nu ook wel tegen hun zeggen. We gaan binnenkort naar Dubai. Ja, we gaan. Ja, dat is wel leuk. We gaan daar afleveringen opnemen met een aantal mensen. Welke datum? Eind oktober. Ja, man. Ben ik er misschien? misschien. Oké, okay, lol. Gaan we vliegen? Nee, misschien, we Net, ja, misschien. ben je zeker. Goed, ik doen. vlieg volgende week al? Hoor. Ja. Oké, okay. Cool. Ait. Ait. Dan uh, gaan we je Ait. daar zien. Kero, dankjewel voor boxen. je tijd. Nog een box. Gewoon een daar heb je altijd genoeg van. Dankjewel voor het kijken. Uh, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet om uh, contact te zoeken met Luc. En uh, dan zeggen we altijd nog één ding. En dat is. Fuck Good. Wij zijn lotgenoten en adios.